Maar wat deed dat met jou? Het bericht dat Manolev nu definitief weg is. Ik neem aan. Weet je, het wordt zwaar overdreven wat ik gedaan heb natuurlijk. Hè? Want er wordt een soort... Nee, maar ik lees ook dat ik de schuldige ben en zo. Maar ik heb het in principe maar 4 maanden gedaan. Hè? 4 maanden. Ik heb 4 maanden heb ik beelden laten zien. En daarna, de 2 jaar daarna, bezei Brans... dat ik hem kapot gemaakt had, dat het belachelijk was wat ik gedaan had. Toen dacht ik, ja, maar Ernie, het is al... Of nee, Marcel. Marcel. Ja. Het is al... De namen gaan niet goed in, hè? Het is al 2 jaar terug. Ja. Maar schijnbaar heeft het toch zo'n impact. Ja. En dat komt allemaal door YouTube, hè? Doordat mensen steeds terugkijken, dat je? Op YouTube staat dat. Ja. En er kunnen mensen terug en die denken dat dan van gisteren is. Maar dat is al van anderhalf jaar zou geleden. Het niet vooral te maken... Waarom vind ik die Suarez zo leuk? Ik bedoel, als ik dat ventje zie, weet je, dat is eigenlijk waar het voetbal voor is, denk ik. Dat je het gewoon leuk vindt, dat je het naar je zin hebt. Dat je dat veld op gaat, je ziet hem vallen, opstaan, lachen, ballen... proberen mensen te passeren, terughalen. En dan denk ik, weet je, hij geeft mij nog het idee dat hij er enorm veel plezier in heeft, dat mannetje. En hij is niet te coachen. 90 minuten lang. En je kan hem opdrachten meegeven, je kan hem sms'jes sturen, e-mails, alles. Hij doet gewoon wat hij lekker zin in heeft. Dat is toch heerlijk, man? Nee. Nee? Nee, nee. Ik bedoel, Leerdam, Ver, Wijnaldum, echt Wilfred, dat zullen jongens zijn. Wijnaldum is 18, nee, nee, maar die eigenlijk normaal gesproken bij een club als Sparta... of een club als Vitesse, of een club als Roda. Of gewoon, ja, dat, en Leerdam. Ik bedoel, als je zo'n Leerdammetje ziet tegen Gabri aan ziet lopen... Dat kan niet, dat kan niet. En natuurlijk kan Lucius ook niet. Die jongens hebben zich niks om aan vast te houden. Ik bedoel, Lucius ging de tweede helft mee naar voren. Weet je, uit wat? Uit wanhoop. Uit pure wanhoop. Helemaal niet om de bal te krijgen. Het was wanhoop. Het was echt, het was zielig. Nee, nou, Cordé. Ik moet zeggen dat... buiten het feit van die wedstrijd was niks mis mee. Nee, dat was goed. 3-0, leuk. Ja, niks mis mee. Nou. En, maar de laatste 5 seconden van de wedstrijd waren voor mij echt... Ja, ik doe het niet snel, maar ik kwam niet meer bij. Moet je die worst op me zien? Die scheurt zijn kruisbanden, zijn enkelbanden en je hebt een hernia. Mag ik het nog 1 keer zien? Ik vind dit zo geweldig. Nog 1 keertje. De laatste seconde. Ja. Christophe Berra van de Wolves. Ja. Zijn debuut ook nog. Ach, Hans. Kijk naar wat hij doet. Kijk. Ho. En weet je, Hans... Daarom teken ik me altijd in, René. Geweldig. Ik was vanmiddag ook aanwezig op die gezellige middag. Het was een leuke middag. Weet je wat mij weer opviel? En dan deed ik heb hem met stijgende verbazing naar hem staan kijken. Ik kom daar binnen om 12:30. Het begon om 12:30. Hè? Ja. Iedereen zit nog aan een broodje. En wie denk jij dat er al buiten met zijn racket klaar staat om de baan op te gaan? Dirk uit. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, Dirk, ga even op het terras zitten, jongen. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, je hebt 60 wedstrijden in 63 dagen gespeeld. En je staat nou weer met die racket klaar om die baan op te gaan. Ik zeg, pak eens je rust, man. En dan zitten wij te wachten op boeken van Sonja Bakker. Maar ik zou graag hebben dat die Dirk Kuyt een keer een boek schreef, Hans. Waar haalt die man de energie vandaan? En nog nooit. En ik zweer jou, als wij nu naar dat is hij nog bezig? Dan staat hij nog te spelen. En dan zeggen die mensen, joh, Dirk, we kunnen nog maar een half uur het licht aanhouden. Maar dan moet je echt van die baan af. En dan gaat Dirk binnen nog een uurtje. Heb je het gezien? Hij stond in de finale ook toen ik wegging. Nee! Johan! Hij speelt godverdomme 60 wedstrijden in 63 dagen. En hij staat daar als eerste zonder een broodje, zonder een glas melk. Met zijn racket klaar. Er stonden nog geen mensen die met hem wilden spelen. Maar hij stond rond te kijken van is er al iemand die met een racket... Ik zeg, Dirk, ga toch eens even lekker zitten, joh. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, zullen we een glasje melk nemen samen? Ik had gewoon te doen met hem. Dan denk ik, waar haalt die... Nee, maar waar haalt maar hij die zei man? Ook, ik wil winnen, zei hij ook. Waar haalt die man de energie vandaan, Wilfred? Ja. Het is onvoorstelbaar. Zeg, dat wel, er gebeurde genoeg. Ik was bij Feyenoord AZ. Ja, en dan geniet ik toch wel van dat publiek.
Dat is echt prachtig. Weet volle je bak wat? Weer. Ja, maar volle bak. Maar die mensen hebben ook wel een soort... Het is cynisme, het is humor. En hebben ze ook die Babovic hebben ze als nationale volksheld gebombardeerd. Hè? Dus vanaf de eerste minuut beginnen ze om Babovic te roepen. Geweldig, weet je wel. En toen vraagt die jongen van de radio aan mij... Vinden ze hem zo goed? Ik zeg, nee, helemaal niet. Maar dat hebben ze gewoon gedaan. Alleen, die jongen is erin gaan geloven natuurlijk. Die hoort die wil liever weg. Nee, die hoort vanaf de halve minuut hoort hij zijn naam roepen. Die denkt, waarom doen ze dat? En dat doen ze gewoon voor lol. Daar hebben ze gewoon plezier in. Ja. Was het Ekrami nou? En maar wat ze wel verkeerd doen, vind ik, dat ik zoals ik hun was bij Tim de Cler, zou ik niet te veel... Kijk, Tim de Cler op een gegeven moment de bal en die gaat op en die gaat er één voorbij en twee voorbij. En dat stadion, dat explodeerde echt. En Tim werd daar enigszins overmoedig van. En dan denk ik, als Tim nu moet het stadion gewoon rustig doen, want dan tikt Tim hem naar binnen. Maar ja, omdat en nu? Wat nu? Ja, wat nu? Nee, kijk, en het liefste zou hij zeggen tegen die mensen, hou je kop gewoon dicht. Weet je? Want als er niks als, één keer, maar je ziet het ook echt. Hè, dat, ik vind het echt, dat is echt een hartstikke leuk moment. Gewoon één keer, jongens, maak dan maar één keer, joh, maak twee minuten heen, betaal ik het toch gewoon. Ja, betaalt René het zelf gewoon. Zo is het, ik vind het gewoon een leuk moment. Ja. Kijk, en dan, nu gaan ze beginnen, hè. Eén passeert hij. En nu hoor. En nu gaat het stadion echt. En dan weet Tim het ook. Tim zei toch van, ja. Hij werkt. Boudewijn Zende aan de telefoon. Boudewijn, goedenavond. Goedenavond. Ik deed met Vanegem vroeger die kampen voor die kinderen. Ja. En toen deed hij mee. Hij was denk ik 10 jaar. Hij was echt zo groot. 10 jaar. Ja. Maar dat was zo'n verschrikkelijk aardig gozertje. Echt zo'n leuk ventje. Dat ik deed die kamp. Toen heb ik tegen dat ventje gezegd, joh, kom maar een keer een dag of 5 bij mij logeren. Dat vind ik wel leuk. En ik wist helemaal niet wie dat zijn vader, wat die pièce. En die kon ik toen ook niet. Nou, toen kwam hij bij mij logeren. Echt zo'n gozer. Ja? Ja, echt zo leuk. En toen zeg ik tegen Huub Stevens, ik heb zo'n leuk ventje bij me nou. Ik zeg, en kan je die niet een keer mee laten doen? Met de Huub trainer toen de D1 volgens mij. Hij zegt... Ja, maar ja, René, het is hier geen amateurclub. Ik zeg, nee, maar Huub, het is een leuk kereltje. Hij is heel klein, hij is hartstikke snel. Hartstikke snel. Ik zeg, en hij is eigenlijk iets te klein. Ik zeg, maar laat hem meedoen bij je. Hij zegt, joh, René, oké. Dinsdagavond spelen we vriendschappelijk daar bij PSV. En wat denk je? Laat hij hem 10 minuten meedoen. Laat hij hem 10 minuten meedoen, haalt hij hem eruit. Zegt hij, nou, dit doe ik nooit meer. Die kan er helemaal niks van. Zei die Huub Stevens. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk dat dat mannetje gewoon... Nee, maar dat mannetje gewoon 15 jaar later bij Liverpool speelt en bij Chelsea speelt. En, of Chelsea ook gespeeld. Jij hebt ook gespeeld, ja. Dat is toch geweldig. Barcelona gespeeld. Huub zei, hier begin ik nooit meer aan. En ik zeg, Huub, waar die bij was, hè? Ik zeg, dit kan je toch niet maken, man. In een feestje, tot in tranen geroet. Hij zei, nee, dat gaat weg, René. En het leuke is dat die middelmatige spelers zich nu ook op gaan werken als leiders. Hè. Die willen ook het team aansturen. Kijk, hij is er één van. Kijk hem gaan. Vol, kijk, dit publiek gaat schreeuwen. Die gaat schreeuwen nu. Kom. En dan doet hij dit. Dat vind ik zo leuk. Dan heb je gewoon 60 meter voor lul gelopen, weet je wel. De vogelvlucht hebben ze nog even voor je achter elkaar gezet. Dat kan op dat niveau wel eens gebeuren dan. Ja. Maar waar ligt dat aan dan? Dat hij er niks van kan. Wat dacht jij dan? Dacht jij dat hij pech had? Wilfred, ik wil één ding zeggen. Ik heb mijn hele carrière in deze... Ja, want bij iedere wedstrijd is er een S-club voor mij betrokken. Maar vroeger was het niveau toch een stuk beter toen die oude eredivisie-spelers nog afgingen bouwen in de eerste divisie. Het is echt... Toen hebben ze Boarding neergezet. Ja. Die is eigenlijk degene die... En er zijn nu spelers die hebben daar profijt van. Kijk maar. Ik vraag me af waar die eindigt als er geen Boarding is. Kijk, hier gaat hij. Ja, dan gaat hij echt, hè. Kijk, nu gaat hij echt, hè. Kijk. Ja, daar stond ook iemand vrij van. Ja, maar als er dus geen Boarding staat... Loopt dan loopt hij zo tegen de wagen van Martin Jol aan die hier op een VIP-deck staat. Hij is boos voor de kinderen.
ik kan niet tegen mijn verlies. Ja, dan is Roda wel de slechtste club om hulptrainer te worden. Of niet? Hè? Als je niet tegen je verlies kan. Weet je wat zo leuk is, joh? Dat hij dan zegt, ik ga die Slijgaard rechtsback zetten. Zodat, omdat die buitenspeler van Twente, die Stoch, gaat heel vaak binnendoor. En dan gaat hij gewoon de hele wedstrijd buitenom. Die is de hele wedstrijd buitenom gegaan. En dan denk ik, dit vind ik zo leuk, joh, weet je wel. Je zit de hele week met die Adrie van Tichelen te tekenen en te doen, weet je wel. En dan komt het helemaal niet uit, weet je wel. Ik zat te kijken naar een jongen die wilde 3 scharen maken. Everton, die spits. Ja, en ik denk dat je als je bij Heracles speelt, dat je met 1 moet beginnen. En als je dan ik vond dit, ja... Ja. Ja, dan moet je beginnen met 1 schaar. En als je dan zeg maar naar Feyenoord of Ajax gaat, dan mag je er 2. En als je dan eindigt bij Real Madrid, dan moet je er 3 proberen. Maar die is niet handig. Die is ook wel weer geweldig. Die staat dan met die bal in zijn handen. En die roept dan tegen die 2 voorstoppers. Weet die ene, die iets ouder, hoe heet die ook alweer? Pothuizen. En die is 40. Ja. En die moet al 70 meter afleggen. En dan zie je hem komen. En dan houdt die Belg die bal nog even vast. En dan gooit hij hem verkeerd in. En dan kan die Pothuizen weer 70 meter terug. En dan denkt die Pothuizen, oh, wat moet ik hiermee? Weet je, als je nou 1 meter achterin kan laten staan, is het die Pothuizen wel. Het was de aftrap van Feyenoord. En Hans, wat denk jij? Ja, jij genoot, hè? Snel bal kwijt. Ja, nou, kijk. Het is... Mag ik hem nog 1 keer zien? Want er zat... Nee, maar nu dat ik het zie, er zit ook nog wel een soort effect aan. Ja. Weet je wel? Ja, van hoorde ik ook in de rust zeggen dat Manolev miste. Maar dan denk ik, ja... Kom, Manolev heeft het niet gemist. Nee, maar die mensen hadden eindelijk hun valhelm achter het doel afgedaan. Die denken... Je moet gewoon... Zou in ieder geval het bed gewoon in de slaapkamer houden? Gewoon een goede therapeut zoeken samen met die reservekeeper van Eindhoven. Want die is er volgens mij ook niet goed aan toe, hoor. Hey. Ja, die zag ik ook bij die achtste goal, dat ik dacht... Die moet je ook bewaken, s'nachts gewoon even, een tijdje. En een veel leuke moment was dat zo'n keepertje van Go Ahead... die aangeschoten wordt hier. En dan daarna zegt van dat het een goede reactie van hem was. Moet je kijken. Hij heeft geen flauw idee waar die bal is, zie je dat? Volgens mij gaat hij er nog in ook. Nee, of die niet? Schiet gewoon die bal op zijn kuit. Ja, ja. En dan daarna zit ik te kijken naar die jongen... en dan zegt hij dit over die actie van... Ik weet niet of ze dat ook hebben. Ja, dat hebben ze. Komt hij. En dan... laat me komen. Volgens mij sta ik zelf op de lijn. Ik sta meestal bijna nooit achter de lijn. Dus wat dat betreft zou ik zeggen dat hij er niet achter was. Dus het was puur reactie. En geluk dat hij zo terechtkomt. Het was pure reactie. Hij valt die goal in en denk ik voel wat op mijn kuit. En kijk, hoe het is die bal. Even kijken, John. Dat is eigenlijk het moment van de wedstrijd voor mij. Dat was ongeveer het tempo waarin het ging. Dat zie je nu. Kijk. Het lijkt wel op een roltrap lopen allebei. Ja. Zie, kijk, nee. Maar het gaat dus gewoon. Dit gaat door nu, hè? Jij denkt dat het stil is. Maar die van PSV, die loopt er ook gewoon op zich gemak naast. Die wil ik nog wel 1 keer, wil ik nog wel één keer zien. Dat was de spelbepaler van Ayuda, gisteren, die Argentijn. Ik denk verdomme of hij zijn broek gescheten had. Maar zo die ernaast liep, moet je kijken. Ja. Maar je denkt daadwerkelijk dat er afgefloten is, ja, als je het zo ziet. Eindelijk, ik ben er. Is het dan weer te lachen? Ja, jij dacht van niet, hè? Ja, ik dacht dat niet, maar ik heb het gehoord van wel, hè? Het was weer zover. Het was zover. Ja, betaald voetbal anno 2009. Het is nog steeds om van je stoel te vallen. Laten we de eerste maar zien. Aftrapje weer, hè? Ja, het eerste aftrapje is Utrecht. Komt ja. Ja, hij denkt, weet je wat, ik schiet hem gelijk uit, een stuk handiger. Dan kan hij slijt die uitbal nemen. Nou, dat was de eerste. En toen hadden we dus Feyenoord-Groningen. Ja, en dat is nog leuker. Dus de bal wordt teruggespeeld op Vlaar. Die neemt hem verkeerd aan, waardoor die... Links. Ja, en dan hij, ja. Ja. Ja, maar Hans, dit kan toch niet zo? Het is zo. Te moedig. Ik ben niet dit is toch te gek voor woorden. Nou, we krijgen ook allemaal de scorende machine van PSV hapert. Hebben ze Nijland misschien te makkelijk laten vertrekken, zegt Koen Vos uit heel Vargenbeek. Nee, het is voor Nijland juist op dit... Kijk, daar hebben we die goal gezien. Kijk, die gozer wijzen. Nee, dan moet je terughalen. Dit moeten ze even terughalen. Dit is echt zo leuk. Die jongen loopt al 50 seconden naar die Nijland te wijzen. Ja. Maar dan moeten ze terughalen. Dus die wijs, let op die Nijland.
let nou op die Nijland. En dan komt die bal bij die rechtsbuiten. Let nou op die Nijland. Kijk, let op. Kijk, nu wijst hij. Nijland. Let op Nijland. Hij staat er bijna naast. Ja, ja, ja. Hij staat er zelf een beetje vandaan. Kijk, en dadelijk wijst hij gewoon door. Let nou op. Ja, dat godverdomme. Dan maakt hij hem. Maar kijk, en nu zegt hij, ik heb het toch gezegd. Maar weet je wat ik nou zo leuk vind, Johan? Dan denk ik, als hij er nou 2 meter vandaan staat, loop zelf een wat let jou dan om hem zelf te pakken? Nee, maar hij had het aangegeven. Ja, had het aangegeven. Hij had het al 2 minuten, stond hij al zo te wijzen naar die Nijland. Geweldig! En het heb ik nog een momentje, dat was het moment, dat vind ik, die begint een beetje op Sjaak Polak te lijken, die Pietje Veldhuizen. En die, ja, als je goed kijkt, hè, dat is zo leuk. Dat is dat alibi-duikje van hem. Zo'n duikje van, want als die blijft staan, dan zegt iedereen van, je had ervoor moeten komen. Maar nu maakt hij een duikje, zomaar had hem er al lang in liggen. Zo'n duikje van, aan mij heb het niet gelegen, want ik heb ervoor gedoken. Kijk, kijk. Dat is leuk, hoor. Als je kan het doen. In de tweede instantie zie je het nog beter. Kijk, hop, zie je? En het hoeft niet, hè? Nou, en bij die tweede jongen die hem inschoot, had ik het idee aan zijn lichaamshouding dat hij hem in de andere hoek wou schieten. Ja. Dat dacht ik. Dus wat ik denk is dat hij verkeerd raakt. Ja, raakt hem verkeerd, denk ik, hè? Dat is ik heb op me zitten letten. Dit kan toch niet? Nee, natuurlijk kan het niet. Ontzettend slechte speler. Ik ga je zeggen, dat geloven jullie kijk niet. Kijk nou, kijk nou. Ik was een geweldige voetballer. En als je dit uitzet in de buitenland. Hij wordt nog kwaad ook, hè? Hij wordt nog kwaad. Hij gaat mensen de schuld geven. Kijk. Ja, ja! Ja, maar het erge is, weet je. Ik bedoel, bij mij heb je verderop zo'n veld. Daar staan mensen die vliegtuigjes de lucht heen brengen. Die staan er met zo'n doos voor de buik. Ja. Dan denk ik, vind dat gek dan? Ik heb ook zo'n ding. Daar doe je niemand kwaad mee. Daar doe je niemand kwaad mee. Maar dan ga je niet op zo'n veld bij RKC lopen als je dit van plan bent. Dat heeft toch allemaal geen nut, man. Dat heeft toch allemaal geen zin, joh. Antelies. Ja. En ik moet zeggen, ik vond hem gisteren ook best niet onaardig spelen, maar ik heb zijn beste moment heb ik eruit gehaald en dat wilde ik even laten zien. Ja. Hij slaat nog 3 keer een kruis om God te bedanken dat hij geen knikker heeft geraakt. En dit was eigenlijk, ja, zijn beste moment. Dit was zijn beste moment. Ja, ja. Dat hij het veld had zien. En nog even zo. Alsof even naar het publiek. Alsof hij dit, ja. En Jol zegt, heerlijk gespeeld. Goed, ja. Goed lad. Eigen doelpuntje gemaakt nog. Hij speelde echt als een rolspeler. Die. En dan loopt hij eraf alsof hij de Europa Cup 1 in handen heeft. En dan denk ik, weet je, hoe kan dit nou? Weet je? En dan, Manu Lefje. Hij was geblesseerd. En ik moet zeggen, het was een vrij ernstige botsing. Wel? Ja, behoorlijk. Ik moet zeggen dat het schijnt dat die placenta-juffrouw die zit alweer in het vliegtuig. Want dit gaat, dit kan hem wel eens een weekje kosten. Ik weet niet, niet veel mensen zullen de botsing gezien hebben. Jij wel natuurlijk. Maar ja, maar het was een behoorlijke, botsing. Kijk. Ja, verdomme, ja. Kijk, ja, ja. Oh, god, nee. Daarmee zeggen. Dat, welke goal? Dat eigen doelpunt. Dat, Nou, dat was meer dat. Als humor. Dat is gewoon humor. Moet je dit zien, dit is toch, ja. Gewoon met 4 RKC-spelers en die hem erin schiet, die kijkt echt zo naar die ene van, ja, schiet hem dan weg, joh, lul, joh, weet je wel. Hey, sorry, ja. Kijk nog één keer. Die kijkt ook echt naar die jongen. Kijk, moet je zien. Let op, als je dat ook echt kijkt. Naar zijn ploeggenoot bedoel je? Ja, ja. Naar die misschiet, die mistrap. Kijk maar. Kijk. Ja. Kijk, god, ja, zo doet hij, ja, lul. Ja, en maar moet je kijken dat ze niet eens kwaad worden op hem. Dit is ook, okay, ja, die keeper krijgt er zo 5 in de week om zijn oren voor training. Die is al gewend. Want ik zweer het je, als ik trainer zou, ik zou dit zien. Ja, dat zakt de moed in mijn schoenen. Dan zou ik ook geen zin meer hebben om te zeggen, joh, tik hem naar rechts, ga. Ik zie die Leerdam een keer een bal. Ik had Mario aan de lijn. Ik zeg, hij speelt hem precies op jou. Mario, hij speelt hem precies op Mario. Maar dan zit ik te denken, terwijl die bal onderweg is, ik mis iets in beeld. Dat kan, hè? Ja. Het kan wel eens zijn dat er één opeens het beeld inloopt. En dan wordt dat beeld wijd. Ik denk, verdomme, er staat er gewoon helemaal niet één. Behalve Mario. Ja, dan zit ik, dan denk ik, dit. Ja, niet onder druk dus, hè? Nee. Kijk, onder druk mag je van mij Milke Jander pakken. Dat in simmer gereed. Maar niet onder druk zulke dingen doen is voor mij onbegrijpelijk. Ik heb een prima middag gehad. Ik heb me kostelijk vermaakt. En Mario, ik heb natuurlijk veel contact met Mario. En Mario instrueert zijn spelers tegenwoordig om altijd de dichtstbijzijnde vrije man te kiezen. Dus hij zegt van, jongens, maak het spel niet te moeilijk. Probeer niet
te ver de oplossing te zoeken, maar zoek de dichtstbijzijnde vrije man. Ja. Nou, dan kom je wel eens, dan loop je wel eens tegen dit soort calamiteiten aan. Kijk. Bahia. Ja. Ja. Het was de grensrechter. Ja. Een glas bier in mijn hand, zonder problemen. En dan zie ik dit weekend weer een paar dingen. Dan denk ik, hoe, ja, weet je, het niveau gaat omlaag. Maar dit hoeft niet, vind ik. Dit is concentratie. Dit is, weet je, ja, je bent met niks bezig als je het wel doet. En de eerste, dat was, die zag ik zaterdagavond voorbij komen. Dus, dan kijk hij, lekker rustig doet hij. Hij denkt, nou ja, hè, kan mij het schelen. Kom niet aan. En dan denk ik, ja, bij hem dacht ik nog, misschien is het nog de minst slechte oplossing als je bij ADO speelt om dit te doen, maar... Johan, nieuws. Ja, 2010 leveren, hè. En Cissé bij Feyenoord, die is steeds geblesseerd. En ze wisten maar niet waar het aan lag. Dus ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. En nu zijn ze erachter eindelijk. Ik wil het niet weten. Hij speelt op de kleine schoenen. Nee, echt waar. Dat heeft even geduurd, maar... Ja. En wie heeft dat ontdekt? Want nu ben ik nog benieuwd. Dat hebben ze in het ziekenhuis ontdekt aan de blessure aan zijn voet. Frank de Boer, die is dit serieus waar? Dit is serieus. Hoeveel maten te klein? Zondag viel ik echt van mijn stoel. Dat was bij Feyenoord. Moet je kijken wat er gebeurt, Hans. Kijk, kijk. Dit kan toch echt niet Hey. Heb jij Mario geld gegeven? Luigi Bruin, ze zit niet altijd lekker in zijn veld. Daar kwam dus gewoon een kans uit voor Roda. Nou, nee, is jou nog wat opgevallen dit weekend? Nou ja, kijk, we hadden het over Ajax verleden week. En het spel van Ajax is gebaseerd op hoe snel krijgen wij Luis Suarez aan de bal. Nou, wil ik wel eens met ze meedenken. En dan denk ik bij mezelf, het kan nog sneller. Dan sla je iedereen over. Ja, gewoon in één keer. En dan in één keer likken, hupsakee. Nou, zijn ze dat gaan doen. Kijk, ja, ik zweer het je. Kijk, dit is de eerste keer. Hoppa! Kijk, en ik heb weer Lou. Kijk, mist hij hem, let op, mist hij. Hop, en dan komt hij dadelijk weer, let op, dan komt hij. Hoppa! Kijk, en dan Luis Suarez, kijk, mist hij weer hoor. Nou ja, kon hij niet bij. En dit is wel de mooiste, dit is de mooiste, kijk hier. En dan komt hij weer, let op, hop! Luis Suarez, kijk, dan gaat hij, houdt hij net niet binnen, weet je wel. Ja, dat ziet er toch niet uit. Als maar je zou dat... dit spel zijn wat Cruijff graag wil? Nee, maar dat ziet er toch niet uit, joh. Nee, het is belachelijk. Gewoon die bal. Lange halen goud thuis. Lange halen thuis en Luis Suarez. Ja. En dan heb ik er eigenlijk nog één en die heb ik... Ja, maar het is wel tekenend wat je nu zegt. Je hebt het over een topclub in Nederland die dit weekend verliest. Hoe snel dus... kunnen wij Luis Suarez aanspelen en hopen dat hij er wat goeds mee doet? Ja. Weet je wat wel mooi is, vind ik, om te zien? Dat vind ik geweldig. Ja. Door die schakeling van die beelden zie je die helemaal als een geweldige aanname. Maar dan zit ik naar Sparta te kijken. Denk ik, ja, die is dus motorisch gestoord, die man. Die staat dus zo. En er komt een bal aan. En met die vlag. En die blijft dus gewoon zo staan. En dan denk ik, ja, tik die bal terug of hou hem tegen. Moet je echt kijken. Dus, je ziet het misschien niet goed, maar ik dacht, wat is dit? Kijk nou, dan komt die bal zijn richting heen. En dan denkt hij, oh jee. Dan komt hij, alsof het... Het was wel de beste aanname van de dag. Alsof die heet is. Ja. Dan denk ik, tik hem nou gewoon terug. Maar ja, dat lijkt dat ze dat doen. Toevallig ga je lachen. Ik zit ook wel eens zondags en zaterdags ochtends met mijn bakje koffie en mijn gevulde koek. En zit me de pleuris te vervelen en denk bij mezelf, wat nu? En dan doe ik mijn computer open, die zet ik hem op YouTube en dan druk ik in Ronaldo. Ja. Nou, dan kan je een uur, Frits, ja, genieten van bewegingen, van snelle. Die was zo verschrikkelijk snel en zo gruwelijk goed. Ach, zo was zo goed. Gruwelijk goed. Bij die Pantelis bijvoorbeeld, die Pantelis kan niet lopen. Die kan niet versnellen als hij loopt alsof hij op een roltrap staat. Maar dan staat hij tegen twee man, dan staat hij tegen de bek van Den Haag en die wordt zijn rug gedekt. Dan denk ik, het enige wat je niet kan doen nu, is buitenom proberen te gaan. Want dat gaat nooit lukken. En dat doet hij. Ja. En dan zit hij echt voor die buis. Denk ik, ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Weet je, ik heb daar meisjes van de leeftijd van de vriendin van Ribéry aan die kant zien staan. Die Ribéry had wel een paar nummertjes te pakken gehad. Maar dat zijn dan meisjes die zijn dan van Amstel daar neergezet. Die weten helemaal niet dat er een voetbalwedstrijd aan de gang is. En daar wordt tegen gezegd, joh, hier heb je een balletje. En op het moment dat er een balletje bij je uitgeschoten is, dan geef je jouw balletje aan die spelers. En dan pakt dat balletje wat je dan... eigenlijk, dat pak je dan. Ja. En ik heb een meisje achter het doel zien zitten, Guus. Ik zweer het je, die hebt de hele wedstrijd met dat balletje zo
rond erheen zitten kijken. En die zat achter het doel. Dus die moest de meeste balletjes gooien. Ja. En dat liep. En dan denk ik, weet je. En ze, dit kan echt niet. Nee, ook als je naar dat meisje kijkt, die kijkt voorkomen verdwaasd als ze dat veld in loopt. Ik had Mario vanochtend aan de lijn, die zei... Stel je voor, dit gaat het buitenland in, die beelden. En we zien gewoon in Spanje huppelende meisjes van 17 over het veld. Terwijl wij in een bekerfinale bezig zijn. Ja. Nou, maar kijk, niks aan de hand. En, denkt ze, wat een lul. Nee, maar nou, ja, die is ook gewoon nog 45 minuten aan het zoeken geweest naar dat balletje natuurlijk. Nee, maar kijk nou, dit kan echt niet natuurlijk, weet je. Dit. Zometeen natuurlijk ook aandacht voor een man die daar veel op lijkt. Althans, Cor lijkt veel op je ene man. Heb je genoten dit weekend of niet? Dat vroegen ook veel mensen hier. Van Vergaal. Ja. Nou, de Vergaal show op tv, die is te vergelijken met zo'n hele dag van het CDA. Fantastisch. Ja, als je toch. Maar zo'n man. Nee, dat is leuker dan Koef Noem van Gaal. Jij bent presentator. Ja. Hoe zit jij daarnaar te kijken? Die man wordt gewoon. Die wordt gewoon toegesproken alsof hij de kleuterschool net afgemaakt heeft. Wat ik het mooiste vond is dat die man ook ging nadenken. Dat hij zei 74 hebben ze gewonnen. Met Breitner, met Beckenbauer. Wisten ze dat? Ja. Zei hij elke keer tegen die man. En dan zei die man, deed al zo. Ik heb helemaal blind gelegen. Ja, en toen vroeg je op een gegeven moment, weet je hoeveel Bayern geworden is? Toen ging die man de gokken ook. Die zei, ze gingen wat op en neer. Nee, en het is leuk, die man hebben ook genoemd, want één keer had hij moeten zeggen bij... Wisten ze dat? Bij ja had hij nee moeten schudden. Had hij gek geworden. Ja. Had hij gek geworden. Nee, maar je zit... Ja, maar schaam jij je niet een beetje? Omdat iemand zo zit te praten. Nee, maar het is toch prachtig dat hij dat normaal vindt. Ja. Hij vindt dat heel normaal dat hij zo iemand toespreekt. Ja. Want hij zit boven op die troon en hij kijkt neer op het klootjesvolk. Hij en daar zit zo'n nul van een presentator. Constant vragen. Ja, jij hebt met hem gevoetbald. Ik heb hem nog in de tijd dat hij bij Sparta speelde. Volgde ik hem ook als verslaggever. Hij is altijd zo geweest. Ja. Ja. Het is echt, hij is niet veranderd. Er werd ook bij die boekpresentatie gevraagd op wat voor spelen leek het. Toen zei hij, op Van Bommel, maar dan met meer overzicht. Ja. Hij kwam de middencirkel niet uit. Ik dacht altijd dat hij zo'n bandje om had. Dat als hij eruit was, dat hij opgepakt zou worden. Slechts alleen de middencirkel kwam hij uit als hij gewisseld werd. Ja. Dat kwam hij niet meer. Maar dat kon niet anders. Mans, ga je uit. Ja, wat mij eigenlijk opviel, ik dacht eigenlijk dat hij op vakantie was. Maar moet jij dit moment eens kijken? Zeg jij eens op wie dit lijkt? Bal onderschept door de bek. Dit is Moelenhoes, toch of niet? Ja. Ja, ik denk dat de respect van PSV in de bal is. Ik heb een vermoeden, inderdaad. Nou heeft hij geluk dat die Mexicaan hem ook niet wil. Die had er ook geen trek in. Die denkt, schiet hem lekker uit, donder op. Ja. Wat moet ik met die bal? Maar dan denk ik, het was echt... Moet je me nog maar eens kijken. Het was identiek aan. Het is twee druppels water, Manolev. Dus een bal onderscheppen. En dan hup, rennen met die bal. En nu dus gewoon de controle kwijt zijn, het overzicht kwijt en niet meer weten. Kijk, weet niet meer. Geen idee. Hij denkt, nou, ik geef hem daar naartoe. En die gozer, ik schiet hem uit. Kom uit verrotten, weet je wel. We zijn er toch. Ik vind het vloeken tegen de voetbalsport. Als je iemand met de kwaliteiten van Van der Vaart wegens tactische redenen buiten het elftal laat. Ja, nou, die defensie van de week waarom je toch wel mee zou moeten spelen in de basis. Terwijl die keeper wel hele rare dingen aan het doen was. En die daar. Keeper had last van die bal, hè? Ja. Dat zei hij na afloop ook. Zwabbelbal? Ja, de zwabbelbal. Ja. Kon die er weinig van, zeg? Maar Ik kon er helemaal niks van, die jongen. Ja. Je hebt gekeken, neem ik aan. En wat viel je allemaal op dit weekend? Nederland-Hongarije. Ja, hè? Ja, die Hongaren moeten zich erop gaan specialiseren. Op uitzwaaiwedstrijden. Die zijn er goed in, Die hè? Zijn er zo goed in. Ja, die valt natuurlijk fantastisch in de tweede helft. En dan met het gekke hakkie. Ja, stuurt hij af. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik heb dit nog nooit gezien. Dat iemand zo valt na een verrekking. Kijk nou. Alsof er een Al-Qaeda-strijder met een geweer op de tribune zit, hè? Terwijl, dat weet jij zelf, een verrekking, dat is dit. Dan voel je gewoon dit, alsof iemand zo heel even... Als Marcel zich zorgen maakt over het Nederlands elftal, dan doet hij helemaal geen oog dicht over PSV. Want die hebben pas echt een slecht centrum, vind ik. Met die... Rodriguez en Santino. PSV gaan we ook niet op het WK spelen, gelukkig. Nee. Die twee wel. Ja, die zijn wel. Hoe is het mogelijk? Dat ik vind die Manolev nog niet zo slecht. Maar Manolev... Ik heb hem niet zo slecht. Dat was echt een ticket geworden op het WK. Met die Rusjes. Dat was het. Ja. Die is over 18 miljoen naar Manchester verkocht. Maar die schijnen ze tussen de middag ook haver te geven in plaats van eten, hè? Nee, maar wat voegt dit toe? Ik heb een gozer zien staan. Die heeft 90 minuten met dat ding in zijn hand gestaan. En die heeft 90 minuten zo gestaan. Die heeft niks gezien.
Die lul, die is voor niks geweest. Die komt thuis, die weet thuis nog geen eens. Ik zag ook een man met een pot ettensoep op zijn hoofd. En ik, ja, en ik zeg tegen hem, ik zeg, die ga ik gelijk naar bed. Die is doodmoe. Die is helemaal, die is kapot. Nee. Toen overleefde hij. Ik heb bij Sparta nog gespeeld met Prins Polly. Ja. Die was 16 jaar, daar durfde niemand mee onder de douche te gaan staan. Echt serieus waar, 16 jaar was die. Dat zei die, hè? En die stond ze 3 keer per dag te scheren. Hij speelt nu nog. Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee, toch? Nee, maar dat is het gevaar een beetje. Die leeftijden die kloppen vaak voor geen meter ook. Ja, ik heb hetzelfde met René dan. Niet om dat ik bang was onder de douche, maar ik heb met Chidi Nwanu gespeeld. En die haalde Bert Jacobs toen van Anderlecht. En die kwam binnen en die zou dan 2,33 zijn. Nou, die man die was niet meer vooruit te branden. En ja, toen hoorde je later dat hij al boven de 40 zou moeten zijn. En ja. Dat heb je zo vaak met de onder 17 toernooien in de wereld. Die worden vaak gewonnen door Afrikanen. Ja. Ja. Maar ze rijden allemaal met de auto naar huis. Nigeria onder 14. Ja. Rijdt er in die bus. Ja, dat valt nou ook weg. Ja. En Jan, als ik nou lees in de krant dat Ajax geloof ik 21 miljoen tekort komt dit jaar. En dan vraag ik me af, waarom is zo'n Lodero gekocht? Oh, waarom? Wat is die slecht, hè? Die kan er helemaal geen die peper kan er helemaal niks van. Nee. Dat is ook net zo'n gozietje van Bart Smit, weet je wel, die aan het eind zo omdraait. Dan gaat het. Hè? Ik vind het helemaal niks. Vind jij het wat? Hè? Wat was die Atuba? Was dat ook een Ghanese? Nee, die komt uit Cameroen volgens mij. Oké. Okay. Ja. Die zit er niet bij, hè? Nee, die is nog steeds niet fit. Nee, die is toen op de training. Die is lang geblesseerd, hè? Zou ze die nog eigenlijk een jaar erbij gegeven hebben? Of we kijken het nog even aan. Volgens mij had hij 2 jaar of zelfs 3 jaar had getekend. Nee. Ja, hij had voor langer dus getekend. Dus we gaan genieten. Ja, die komt volgens mij zeker terug. Hey. Ja. Ja. Wel stugge landen hoor, die kleine landen. Stug voetbal spelen ze. Ja, maar jij vroeg je af. Donder toch op, die kunnen er helemaal niets van, man. Hè? Nee, maar dat hoor je. Ze zijn stug en goed georganiseerd. Nee, maar Zwitserland had tactisch goed gespeeld, dat ze van Spanje hadden gewonnen. Ja, Pieter Visser zei, tactisch heel sterk gespeeld, die Zwitser. Denk je, die hebben alle geluk van de wereld gehad, man. Ja, en stug. En stug waren zij goed georganiseerd. Pieter Visser die heeft al 3 jaar geroepen dat een Afrikaans land kampioen gaat worden. Ja, kom op. Hij blijft het volhouden. Die wedstrijden zien er niet uit. Nee. Ik heb vanmiddag naar Honduras zitten kijken tegen Chili. Dat was vreselijk. Ja. Dat was echt vreselijk. Ja, ik zat te denken, als je dat op het veld speelt van Den Bosch bijvoorbeeld. Ja. Met 1600 mensen. Ja, gaan die gaan allemaal in de rust weg. Die denken, hier hebben we geen zin in. Nee. In die onzin. Nee. Wat was dat slecht, zeg. En wat Johan zegt, ben ik het zo mee eens. Laten we nou gewoon op dit niveau blijven spelen. Laat Van der Vaart maar onder zijn niveau spelen. Maakt niet uit. Nee, inderdaad. Maakt totaal niet uit. Er is ook niks te zien, man. Nee, maar Nederland kan profiteren tijdens dit WK van het dramatische niveau van de andere teams. Vind ik ook. Als je eigenlijk nu geen wereldkampioen wordt, dat is een schande. Dan word je nooit. Want dit is een unieke kans. Ja. Nee, dat vind ik ook. Echt waar. Wat zitten we hier aan tafel? Nee, dat vind ik ook. Er loopt alleen maar lijpkezen rond. Ik heb een vrije trap. Die vrije trap. Heb je die? Ronaldo. Hebben die voorstaan? Ja, die hebben we. Dat er niemand in dat hele elftal die jongen op zijn rug klopt en zegt... Niet meer doen. Niet doen. Niet doen. Niet doen. En die laat ze gewoon staan daar, kijk met zijn benen uit elkaar, die gek. Kijk. Dat kan toch niet rotten, alsjeblieft op. Dat is toch volstrekt niveauloos, nee, man. Maar de volgende fase is dat hij de uittrappen van de keeper op doel gaat schieten. Ja. Maar laat nog eens één keer zien. Eén keer nog dan. Eén keer, dan moet je hem even... Karel, eerlijk is heerlijk. Ja. Gewoon metertje of 43, wat is het? Ja. En hij gaat er, hup, en dan komt die andere, komt hem nog in zijn nek tikken, let op, zometeen. Let op, die zegt... Volgende keer beter kunnen. Ja. Schijn nou toch uit, man, hé. Hey. Ja. Dit is Comedy Capers. Maar niemand durft die man tot de orde te roepen. Nee, maar dit is Comedy Capers, dit. Het hele verhaal is ideaal voor Oranje. Want nu gaan de grote landen, tenminste tussen aanhalingstekens, elkaar afmaken. En Oranje speelt tegen Slowakije, piece of cake. En we hobbelen zo door naar de finale. Het kan niet beter. Ja, jullie staan kan nog steeds niet beter. Dit kun je niet bedenken, namelijk. Ik dacht dat een paar uurtjes rust misschien een beetje... Nee, Nederland kan de titel haast niet meer ontlopen. Nee. Want jongens, aan het rood. Nederland kan alleen de titel ontlopen bij een goede dag van Spanje. Ja, in de finale kan er wat misgaan. Daarvoor geen centje pijn, mensen. Nee. Ik weet het niet, hoor. Maar waar zit ik nou naar te kijken? Naar een speler van Chelsea
die gaat zeggen, we hebben misschien, dat zegt hij, we hebben misschien onze slechtste interland sinds jaren gespeeld. En dan gaat hij vanavond met die hele groep nog 93 minuten naar zitten kijken. Dan ben je te gek. Ja. Dat is de SM. Dat slaat nergens op. Maar dan weet ik niet of ik er helemaal naast zit, maar voor mij is de finale bekend. Oh ja, vertel. Nederland tegen Spanje. Ja, het is wel klaar. Ja. Hij is klaar. Spanje vanavond even we op kunnen Chili stoppen, heen. Dat wordt Nederland-Spanje in de finale. Want je wou toch niet zeggen dat deze twee houthakkers, dat die het gaan maken, hè? Dat is toch ongecontroleerd? Ik ben het helemaal met je eens. Dat is wild, dat heeft niets met voetballen te maken. Dat is een beetje achter die bal aanhobbelen of achter de bal blijven. En daarna met wat ongecontroleerde overtredingen proberen weer balbezit te krijgen. Het is echt geen gezicht. Dit is geen reclame voor het voetbal ook, die Brazilianen ook niet, hè? Eigenlijk is dat de Sergio Ramosen van deze wereld, die werpen zich dan op om het te gaan doen, hè? Ja, die gaan dan de solo aan en het hakje. Geven een signaal af ook. Geef een signaal af. Jongen, wat heb ik me zitten erger aan die gozer, zeg. Ja, geef hem lekker af gelijk, man. Er staan er zat naast hem. Hup, buitenom. En de voorzet kwam lekker. Hij kwam lekker aan ook, hè, de voorzet van Sergio Ramos. Oh. Hè? Lange Jan van Efteling had hem nog niet ingekocht. Nee, ik zweer het je. Heb je dat gezien? Ja, het zou ook wel weer lekker voor Van Gaal zijn dat zo'n ventje die geen flauw idee heeft waar het over gaat wereldkampioen wordt. Dat wil dus zeggen dat dan maar geen reet uitmaakt wie er op die bank zit. Dat je gewoon met je rug naar die wedstrijd kan gaan zitten. Hè? Dat zou ook wel weer grappig zijn, of niet? Het ligt er ook puur aan. Ik ben gek van de Nederlandse competitie. Ik merk gewoon als ik het WK zo vol in het WK zit, helemaal als het ten einde komt, dan denk ik, ik heb eigenlijk wel weer zin om gewoon naar Willem II NAC te kijken. Meen je dat echt? Ja. Jezus, jong, heb je een slecht huwelijk of zo? Godverdomme. Is echt zo. Ik vind echt elke... Nee, maar mensen vragen mij wel eens, want ik kijk... Willem II NAC? Ik zie daar alle wedstrijden. Dan zie je op 6 schermen te kijken in alle wedstrijden. Ik zie elke wedstrijd wat leuks. Wat zeg je? Wat een feest, verschrikkelijk. Jan, weet je wat ik... Met z'n achter? Ja. Nou ja, appeltje eitje natuurlijk, zondag weer. Die lopen we overheen op die gasten. Ja, of Spanje moet een goede dag hebben, maar anders ja, moet het... Ja, die moeten een goede dag hebben. Anders zijn we gewoon wereldkampioen. Ja. Ja, die stemming heerst hier de hele tijd al. En alles op Robben. Alleen maar alles op Robben. Alles op Robben. Nee, en dan die kapte via na een half uur dat hij niet meer weet. Ja. En zegt, haal me er maar uit, dit heeft geen zin meer. Is die man slecht? Oh, die is zo slecht. Ja, maar René, jij wil me toch niet wijsmaken dat een team die weggespeeld wordt door die kreupele Zwitsers, dat wij daar bang voor moeten zijn? Tuurlijk niet. Nee? Maar ik vind dat de beste trainer en het beste team wereldkampioen worden, maar niet deze idioot. Maar Johans, sigaren roken zonder elkaar is toch net als met motorrijders, die groeten elkaar toch altijd? Ja, maar er zijn ook wel eens momenten dat je beter geen sigaren kunt roken. Dit is toch wel, ja, dit vind ik wel, dit heb ik nog nooit gezien ook hoor. Nee, dit was van de week gewoon, hè, op de training. Nee, maar vind jij nou niet dat die spelers ook een sigaartje mogen opsteken dan? Voor mij wel. Maar geeft dat misschien ook een beetje aan dat hij niet beseft hoe belangrijk het ander is? Dit is leuk, maar dit is toch ridicuul? Dit kan echt niet, nee. Nee, want wij hebben... Wat citeren die ik waar hier zeg onder de training? Heb jij een vuurtje? die gozer zoeken. Nee, ja, dit heb ik echt nog nooit van mijn leven gezien, dit. Nee, maar het is in aanloop naar een wedstrijd in de kwartfinales van het WK. Ja, dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Nee, het kan echt niet. Nee, maar het erg is, het kan zo erg niet dat het leuk wordt. Ja. En dat die braafheid dan opeens nog in een WK-finale staat. Hier komt hij. Kijk. Ja. Hoppa. Daar zit hij. Hij denkt lekker teruggelegd. Ja. Wat doet zo'n man dan nou? Geen flauw idee. Ja, die hoort ook helemaal niet in de selectie eigenlijk. Nee, maar hij ziet die bal komen, hij loopt gewoon hij heeft weg. Geen idee. Nee. Hij denkt, ik moet maar naar die aanvaller, want die krijgt hem waarschijnlijk. Ja, maar ik denk dat hij het wel goed doet. Wie? Ja. Hij doet het daar wel goed, want als je niet zeker bent dat je hem hebt, dan moet je doorlopen op je tegenstander. Want als je gaat proberen hem te vangen... Ja, dan ben je de lul. En dan ligt hij achter je, dan is hij eens... Ja, maar het ziet er wel heel knullig uit, Gerald, dit, hoor. Ja, dat kan niet moeten doen. Dat kan ik zeker niet ontkennen. Het is wel een prachtige drugsvoetbal, trouwens. Jongen. Eerst al zitten kijken en ze hebben een tot complete off-day. Maar Tim was echt de minst slechte. Erger nog, hij was de beste. Alleen, toen het Mario waarschijnlijk alles overeenkomstig geworden, die heeft gezegd, joh, er zit te weinig beweging in, er moet meer de duels moeten gewonnen worden. Maar als trainer spreek je altijd over het geheel. Je kan moeilijk zeggen, nou, de keeper vind ik niet best. De rechtsback word ik ook niet vrolijk van. Bahia, dan gaat het te lang duren. Ja. Nou ja, toen heeft Tim waarschijnlijk gezegd, ja, ik vind mezelf niet zo slecht.
Nou, dan kan je ook als trainer zeggen, nee, maar dat is nou juist het probleem. Dat jij de beste bent. Dat jij de beste bent. Dat is het probleem. Kijk, en dan ben je er vanaf. En dan ga je niet roepen van Tim, misschien even leuk om even te gaan kijken. Ik kan hem geen stadionverbod geven. Nee. Maar ja, ik kijk natuurlijk sowieso. Ik ga naar PSV Ajax zondags eigenlijk speciaal voor Madonlev. Weet je, omdat die blijft mij sowieso bezighouden. Jij zat te kijken weer gisteren. Nee, ik zat gisteren op te letten, omdat ik dan ook nog wel eens denk van toen hij klein was. Manolev. Ja. Wat zou het toen? Manolevje toen. Toen was het een heel klein Manolevje natuurlijk. Ja. En wat ik nou namelijk denk, en dat heb je altijd bij amateurclubs, want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik was dan wel niet zo één. Maar bij een amateurclub is het zo, Johan, altijd heb je van de 10 zijn er 3 die aardig kunnen voetballen, 3 normaal en 4 die kunnen er eigenlijk gereed van. En die er gereed van kennen, daar zeg je altijd als die bal uit is van, ah, ga maar door, joh. Weet je wel? Zo van, doe. Maakt niet uit, weet je wel. Dat doe je altijd. We hebben niet gezien. Ik ga nu wel eens naar die kleine van mij speelde in de F1 bij Z6. En dan hebben ze ook dat als er dan één die een beetje hopeloos is en dat gaat uit, zegt die scheidsrechter, jongen, ga maar door. En zo was hij er vroeger heen. En dan zie je dus later dat daar krijg je daar later last van. Dat je niet meer. Ja? Dat zie ik aan die. Kijk, ik analyseer die momenten wel. Of het nou goed of slecht is. Ik analyseer ze wel. Dan ben ik dan helemaal bezig van. Hoe zou dat nou komen? Nou, dat kon omdat vroeger zeiden ze, ah, joh, ga maar door. En toen heb je zo'n moment ontdekt gisteren. Zo'n moment waar ik blijkt hem. Dat hij vroeger door ja, mocht vroeger gaan mocht dan. Hij door. Ja, vroeger maar mocht dat hij mag door. Nu niet meer. Nee, dat mag nu niet meer. Nee, en dat weet hij niet altijd. Maar dat komt natuurlijk, dat zit erin gebakken bij hem. Kijk, hier zo heb je zo'n moment. Dan gaat hij uit. En ja, hij denkt dan, ja, verdomme. Vroeger mocht ik hem gewoon voorgeven. Ja. Dat denk jij. Ja, maar je ziet hem ook een soort naar die grensrechter kijken van... Hoezo? Wat maak je nou druk om? Weet je, een speler die opgaat. En dat is toch het leukste als je voor de tv zit. En dan gaat hij op en dan denk je, nou, die gaan hem afspelen. Dat doet hij dan ook vaak. En dan zit je die bal te volgen en dan komt er niemand van die club in beeld. Nee. Kijk hier, kijk. Hier, die vind jij leuk, let op. Hop, kijk. Ja, maar hij legt hem ook echt zo neer daar. Ja. Dat vind jij leuk, hè? Maar, kun je nog één keer kijken? Leerdam was het. Heel apart, ja. Leerdam, ja. Heel apart. Feyenoord. Ja, maar moet je kijken, kijk, daar gaat hij. En nou, en hop. Maar hij heeft wel overzicht. Maar wie zou hij nou gezien hebben? Geen idee. Ja, maar je zit maar dat is zo leuk, want je zit dan voor die tv. En dan zit ik zo, dan zit ik ook zo. Dan denk ik, er zal er nog wel één... achter zitten of zo, weet je. Ja, die ballenjongens maar misschien moet je daar breedte tv voor hebben. Precies, dan die ballenjongens zijn ook aparte balletjes ook, hè. Als de moesje er tussendoor komt. Kijk, dit is ook een Manolevje. Ja, voorzetje. Ja. Maar ik had wel daar komt wel het doelpunt uit nu, de tegenwoordig. Ja, nee, dat weet ik. Dat ik heb bij Liel wel zoiets dat ik denk, weet je... Kijk, hoe je mag best bij de tweede komen, maar je moet niet de trein krijgen in doel zetten. Dat vind ik dan wel niet. Dat vind ik dan weer net iets te ver. Nee, Johan, die kunnen er helemaal niets van. Nee, maar het is niet de schuld van Jordaan. Hij heeft een rechtsback gehaald met een of andere duistere naam, hoe heet die? Kasia. Die kan er helemaal. Dat is een waterpolo. Ja. Daar ben ik 100% van. Kijk, hier is hij. Die voetbalt voor het eerst. Die kijkt hem lopen. Kijk, had ook al na 15 seconden had hij al kramp volgens mij. En die Rijkoff, ja, die schiet hem er ook lekker in. Kijk, daar ligt hij weer. Jammer. Ze hebben een jonge ploeg. Heel veel lopende jongens. Ik denk dat ze misschien een balvaste spits missen. Waardoor ze beter de aansluiting kunnen maken naar de 16 toe. En ik ben gewoon een spits in de 16 en ik kan doelpunten maken. Dus daar twijfel ik niet aan. Weet je wat nou zo erg is? Dat zijn openingszin. Dan denk ik, ja, dan heb je Feyenoord nog geen één keer zien voetballen dit jaar. Dat hij zegt, ze hebben veel lopende mensen. Feyenoord heeft geen lopende mensen. Ja. Feyenoord heeft lopende mensen met de bal. El Amari, Wijnaldum, Biseswar, Ver. Noem ze allemaal maar. Maar Feyenoord heeft geen lopende mensen. Dus hij zegt, ik hou dan de bal vast. Dan ga ik hem dus zeggen nu, dan houdt hij de bal dus vast voor niks. Ja, dan weet hij het vast. Dan kan hij een minuut of 10 de bal vasthouden. Ja. Ik weet niet of hem dat lukt. Ik wil het wel een keer zien. Ja. Maar dan zie jij echt geen lopende mensen voorbij komen. Dat kan ook anders, heb je gezien dit weekend weer. Of nee, niet? Kijk, ik zat naar PSV te kijken. En dan gaat mijn aandacht natuurlijk uit naar Manolev. Ja, ja. En ik ga waar ik eigenlijk aan zit te denken, en ik weet niet of het waar is. Hij doet het erom. Kijk. Hij doet het erom. Hij denkt bij zichzelf... Ach, die Van der Gijp moet ook zijn momentje hebben. Ja. Dat is wat ik nu denk, hè. Want dit zou je normaal... Kijk, normaal ben je blij dat je een keer een bal krijgt. Kijk, hier, kijk. Oh. Ja.
En het erg is, hij schat hem nog ineens verkeerd in. Hij weet niet wat er misging. Onder zijn niveau blijft, dan kan je een keer van Excelsior verliezen, die dan de allerlaatste trap van de keeper, die gaat 60 meter het veld van Excelsior in. Het veld is al kleiner gemaakt. En daarna maakt Bahia 5 inschattingsfouten in 10 seconden. Vlaar ook nog, hè? Ja, ja, hij schat, de snelheid van de bal verkeerd in. Hij schat de stuit verkeerd in. Hij schat hoe die staat verkeerd in. Hij schat de tegenstander verkeerd in. Ja, ja, kijk hier, kijk daar, kijk. Ja, dat is dus toch, op het laat dacht hij, geef hem een zetje. René, ik weet niet of je het al gezien hebt op dit moment. Dit is Al-Shabaab tegen Al-Hilal. Let vooral op, er is een soort zwembad. En die rechtsback die krijgt een duwtje. En die is zo ontzettend kwaad. Die geeft gelijk een kopstoot. Hassan Maas heet die man. En je vraagt je af wat dat zwembad daar nou doet. Stiepeltjes. Hup, weg is hij. En hup, zwembad in. En hij vindt het helemaal niet leuk, deze man. Die gaan zitten kijken, korfballen en nou, zo. Ik zou jou vertellen, nee, dat is wel leuk. Ik zit natuurlijk allerlei. Ja, ik heb natuurlijk te veel tijd, dus ik zit van alles te denken, weet je wel. Dus dan is het rust bij Ajax Den Haag. Dan zit ik dacht, als ik nou Martin Jol zou zijn, wat zou ik dan doen? Ja. Wat zou ik kunnen doen? Ja, Wido dacht je meteen. Nee, en toen dacht ik, niks. Ik kijk niet meer. En toen ben ik lekker in de tuin gaan werken. Ik denk, maar dat kan Martin Jol natuurlijk niet. Nee. Die moet dan die tweede helft gewoon uitkijken. Nee, maar ik vind het heel treurig voor enorm topclub die Feyenoord is. Maar Mario Been had na afloop ook een verhaal. Die zei van, ja, dan komen die jongens in de rust en dan zien ze daar ver liggen. Een belangrijke speler aangeslagen en dat gaat in een kopje zitten. En dan laai je er 8 door in die tweede helft. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, het mooiste was nog dat oude Sars een debuut mocht maken bij 7-0, hè? Ja, die gaf zijn visitekaartje even af. Ja. Die moest er nog wat swing inbrengen. Nee, toen kantelde de wedstrijd. Nee, je brengt toch niet iemand bij een 7-0-achterstand voor het eerst in? Ja, maar het ergste is nog, ik heb die wedstrijd vanmiddag moeten kijken met terugwerkende kracht. En dan weet je al dat 10-0 wordt. Ja. Nou, dan is het helemaal een krimmel. Je weet wel dat de doelpunten vallen. Hoe erger zou het zijn als je Ouassar nu nooit meer gebruikt? Dus dat die jongen later moet vertellen, ik heb 1 keer meegedaan. Ja. En dat iemand zegt, en 10-0. Dat zou helemaal bijzonder zijn. Ja. Ja, dat is een merkwaardig hoogtepunt van je carrière. Maar Manuel kreeg even een klein uitbrandertje. Ja, balletje onder de voet. Ik moet wel lachen dat hij zei, we dachten dat we Maradona weer in de ploeg hadden. Maar hij heeft er natuurlijk zelf precies hetzelfde als dat ik er naar kijk. Alleen, ja, hij moet er iets aan doen. En ik vind het alleen maar leuk als hij het doet. Ja. Weet je wel? Kijk, ja. Kom op, als die mensen, weet je, die gaan eruit. Die gaan in die auto, in de IJssel, naar zo'n stadion. En die krijgen dan een wedstrijd voorgeschoteld. Nou, echt heel vet. Maar hoe viel Manuel even in dan? Ik ben toch even benieuwd wat nou, je daarvan vond. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ben best vaak kritisch op hem, maar hij viel dit keer goed in. Hij was rustig aan de bal. Hij ging op het juiste moment mee naar voren. Hij werd een paar keer goed ingespeeld. Hij had een paar Meen je dit nou of niet? Nee. hij had een paar hele goede voorzetten. Hij had een paar hele goede voorzetten. Kijk, dit is de eerste. Ik vond deze voorzet niet slecht. Die vond ik niet slecht. Die is toch allemaal leuk. En die mensen fluiten dus al lang niet meer hierom, hè? Dit hebben ze al op de koop toegenomen. Als die Manolev gaat, dan zeggen ze, jongens, kom maar terug. Weet je, dat, maar hij had nog één moment, weet je. Ik heb ook wel eens met Manolevje dat ik bij mezelf denk van weet je, kwam die nou van rechts? Of is het die andere zijn schuld, weet je wat? Want kijk, dat was dit moment, dan zo'n botsing. Kijk. Godverdomme, ja, weet je... Wie had er nou voorrang? Ik weet het ook niet. Hij kwam van rechts, volgens mij. Hij kwam van rechts, ja. Nou, heb je nog een beetje vermaakt trouwens dit weekend met voetballen? Ik heb me prima vermaakt. Heb je nog momenten waarvan je zegt... Kijk, het was voor de rest speelden ze een hele goede wedstrijd. Maar ik heb hem... Wat een troosteloze aftrap had dat Utrecht weer. Heb je hem gezien? Aftrap? Ach man, kijk, hier gaat hij. Kijk. Jongen. Is de aftrap, is dit? Ja, laat hem nog één keer. Kijk, die twee zitten. Dit is niet afgesproken. Nu moet je kijken. Nee, maar je schaamt je toch dood. Je gaat er vanuit. Moet je kijken. Hup, kijk. Je denkt, er zitten scouts op de tribune. En dan... Die Jan! René gaat niet meer naar de verjaardag van Fred Rutte, maar ik ben bang na dit nieuwtje dat René ook niet meer op mijn verjaardag komt. Want AC Milan heeft interesse getoond voor Manolev.
We weten natuurlijk dat Studio Voetbal eigenlijk een kopie is van Sport aan Tafel. Maar dat ze nu ook nog met je aftrapjes gaan beginnen. Aftrapjes, ja, dat is voorgoed weg nu. Aftrapjes afgelopen. Ja, jammer nu, van het aftrapje. Ja, aftrapje. Maar ja, als Manolef je maar met rust laten natuurlijk. Hè, dat, want dat, die is voor mij, hè? Ja, als ze ook Manolef is voor mij. We gaan niet, gelijk over Feyenoord gesproken. Het viel helemaal niet tegen, sterker nog. Het viel niet tegen. Nee. Nee, er sloop bij Twente denk ik een beetje gemak in. En misschien ook wel wat vermoeidheid. En die dachten bij zichzelf, weet je, na die nederlaag van Feyenoord tegen de Graafschap. Daar wandelen we even overheen. Nou, toen legt Westie die bal gewoon even geplaatst. En ik moet zeggen dat Feyenoord speelde goed, man. Die, ja, en die keeper die kijkt in springen. Kijk. Hey, die kon niet over de krant heen. Kijk in springen. Kijk. Hop. Ja, nee. Nou zeg jij. Jij hebt mij. Ik heb hier een keer een grap gemaakt dat ik zei, ik kom niet van de grond. Nee. En toen zei ik, hij is ook een kop te klein. En toen kreeg jij een telefoontje of een sms'je. Dat hij is 1,92. Ja. Dat kan niet. Dat is echt zo. Nee, hij is groot. Hij is echt heel groot. Ja, maar hij kan niet springen. Nee. De krant van zaterdag is gewoon... Hij zou niet zware schoen aannemen of zo. Nee, maar er is iets niet goed. Nee. Omdat deze bal pak je toch? Groeien, dan kietelt het aan zijn balletjes. Drie smetters. Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd? Dat kan toch niet? Maar dan zullen ze toch van tevoren wel op getraind hebben en zo? Of? Ja, maar dacht jij nou werkelijk? Dacht jij nou werkelijk dat die Rutte zegt, jongens, de bal gaat terug naar de Rijk. En dan op Mertens. En dan laten we Mertens het kopduel aangaan. Maar moet je nou kijken, dit is toch een aftrap dat... Ik bedoel, als ik trainer van dit zootje zou zijn, weet je wat ik dan zou doen? Kampioenskandidaat, hè? Ging de bus in. Ja? Gewoon weg. Filippi kijken. Dat ik zo rot op. Rot op met die onzin. Wat moet ik hiermee? Wat is dit? Hij kan er net niet bij. Het scheelt niet zoveel. Kijk nou goed. Ja, nee, waar je in Europa ook kijkt, dit zie je nergens. Misschien vroeg hij erom. Dit zie je helemaal nergens. Nee, ga maar door. Kijk, hupsakee. Schiet hem lekker uit, kun je uit verrot stralen. Toen waren ze vergeten de goede schoenen mee te nemen, John. Wat doe je dan als trainer? Word je daar gek? Ja, nee, dan word je gek. Ik heb het gezien en ik heb ook de samenvatting gezien, omdat ik het nog steeds volg met interesse natuurlijk. Ja. Maar dat was, als je het over communicators hebt... En zo ging dat de hele eerste helft. Ja, dat ging maar door. Ja. Dit is geweldig, dit. Maar die jongens hadden dus allemaal de verkeerde schoenen aan, hè? Ja. Dus die... Zou je het wat uitmaken? Ja, nee. Ik heb niks gezegd. Sorry. Maar trainer Wim Dusseldorf van Fortuna Sittard, die was ook niet echt gelukkig met zijn spelers dat ze de verkeerde schoenen aan hadden. Kijkt u mee. Het gaat ook niet meer over tactiek. Ik heb nu in de rust drie man of twee man ingebracht. Dat waren de twee die konden lopen op dit veld. Ik heb niet eens naar posities gekeken. Die komen erin en de twee die niet kunnen lopen, die flikker ik eruit. Hij heeft in de rust gezegd, is er iemand die kan lopen? Er is een vinger op mijn zoek, Rijk. Je mag erin. Ja, maar dit. Die is wel leuk, hè, dit. Ik heb het weekend voor die buis gezeten. Eigenlijk dacht ik bij mezelf... het beroep van voetbalanalist staat onder druk. Want? Nou kijk, ik vind het best wel leuk om over voetbal te praten, maar als het voetbal niet meer op voetbal lijkt, dan ga ik het toch moeilijk vinden. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, je moet wel ergens over kunnen praten. En ik heb gekeken naar Utrecht, ik heb gekeken naar Feyenoord, ik heb gekeken naar Ajax. Echt, dit was het slechtste weekend by far, man. Oh! Ja. Echt. Vreselijk. Ik heb een momentje van 25 seconden uit de wedstrijd Heracles FC Utrecht. Dan zie je ongeveer wat het niveau is. Ja, we laten het nu zien, René. Dus je mag gewoon zo uit je hoofd meepraten, hoor. Ja. Nou, dat zijn mensen die ervoor betaald worden dus, hè, dit. Die krijgen hier gewoon geld voor. Ja. Dit is werkelijk niet om aan te gluren, man. Krijg je eruit. Nee, die Ron Jans, hè, die heeft de hele week gezegd, jongens, luister, we hebben goed gespeeld tegen NAC. Laten we scherp beginnen. Laten we proberen vanaf de eerste minuut dat we erbij zijn. Ik weet precies hoe dat gaat met die lulbesprekingen. En dan moet jij opletten, als je de ga je als trainer... Dus die jongens staan op scherp. Dan ga je als trainer dus zitten,
Dan moet je opletten wat er gebeurt in de eerste 20 seconden. Zo'n Djuric. Kijk wat hij flikt. Kijk wat hij flikt. En dan, daarna, wat hij daarna doet. Let op. Ja, die wissel je toch gelijk? Ja, die haal je eruit. Die haal je na 17 seconden eruit. En dan zeg je, joh, weet je wat je doet? Ga douchen en ga de film huren. Donderstraal alsjeblieft op. Dan speel je... En erger nog, wat ik als trainer zou doen, ik zou er ook geen inbrengen. Ik zou zeggen, dan, dan speel je liever met z'n tienen. Donder op, man. Ja. Ik moest gisteren aan je denken, vriend. Echt waar, serieus. Echt waar, nee, maar nu dat hij de vraag stelt, hoe gaat het met je? Jij zegt grandioos, vind ik heerlijk. Ik zat gisteren naar die Tenkaten te kijken, man, bij Studio Sport. En zo. Uitgeblust en verzuurd en er is niets meer van over, weet je, gebrek aan respect en weggestuurd bij clubs, begrijp het niet, wil stoppen met training, wil niet meer in de publiciteit. En dan denk ik, Jan, hoe vaak ben jij ontslagen? Oh, regelmatig. Regelmatig. Overal. Hij is overal ontslagen. En hij ging met een vlaggenwimpel de deur uit. Nee, is toch heerlijk, man. Ik moest het doen. Ik heb gisteren Gert-Jan Verbeek een sms'je gestuurd. Weet je, dat... Ja, doe nou niet, joh, met de vierde man, joh. Dat moet je toch niet doen. Kom dat nou toch is emoties geworden. Op. Ja, ik had een sms'je gestuurd. Ik had, mag je zien, of niet? Ja, natuurlijk mag jij even kijken, Roos. Dan gaan we hem even openen. Maar je had het gezien zaterdagavond? Ik had hem dit sms'je, moest ik hem sturen. Wat staat, ik kan niet meer zo goed lezen. Dit heb jij gestuurd aan hem. Ja. Heb jij enig idee hoe het leven moet zijn in de wetenschap dat je de vierde man bent? Hoe leg je dat uit aan je ouders? Dat ja, heb jij aan hem gestuurd. Dat is toch het hele verhaal? Hoe moet je nou aan je ouders uitleggen dat je de vierde man bent? Ik bedoel, je kan dus niet fluiten en niet vlaggen. Nee. En dan word je dus de vierde man. Ja. En het ergste is, wat ik weet, en dat weet ik, dat ze zeggen, waar, Jan, dat hebben ze dus ook in de paspoort staan. De vierde man. Ja, maar dat is toch vreselijk, man. En dan snap ik werkelijk niet dat die trainers die discussies aangaan met die mensen. Weet je? Maar hij bleef vrij rustig. Zullen we nog even kijken hoe het was? Hoe die was? Ja. Hij bleef, Gert-Jan Verbeek, hij was vrij rustig. Kijkt u mee. Ja, maar dat moet je niet doen, joh. Kijk, dit is hem dus, hè. Kijk, Jeroen Sanders is dit. Ja, maar ik heb vroeger, toen ik op de weg hierheen heb ik zitten denken... wat vond ik nou altijd in de sport het meest banale wat je kon doen? En voor mij was het meest banale... bakkenist. Dat was zo'n gozer. Ja. Ken je dat nog? Dat was zo'n gozer. Die ernaast zat. Die in zo'n bakkie zat naast zo'n crossmotor. En die hing de hele tijd zo aan. Zo. Die mocht ook geen helm op. Nee. Die hing de hele tijd zo uit die motor. Die brak ook altijd zijn nek. Als die motor viel, was hij altijd de klos. Je zag die coureur zag je dan, of die motorfietser. Ja. Die zag je dan heerlijk zo vallen en die stond weer op en die bakkenist. Die lag dan met die hele motor op hem. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als de vierde man. Ja. Kijk, de vierde man, dat is gewoon, dat is vreselijk. Ik zat te denken, ik heb ook aan Gert-Jan verteld. Maar hoe reageerde Gert-Jan? Nee, maar eerst was hij er nog vol van, maar toen ik hem helemaal heb uitgelegd... wat het nou was om vierde man te zijn. Hij zegt, ik zeg er nooit meer iets tegen. En kijk, ik heb hem ook uitgelegd, zo'n vierde man... Stel je voor, zo'n vierde man die gaat met zijn vrouw naar een parenclub. Ja, nee, maar stel dan, je voor. Ja. Dan zit je aan de bar en dan moet je dus uitleggen waar je bent. Dus dan zeggen ze, wat doe jij? Dan zegt hij, ja, ik ben de vierde man. Dat houdt dus in dat er dus drie voor hem geweest zijn. Het enige waar het mij om gaat, is dat Gert-Jan was boos dat de vierde man geen beslissingen durft te nemen. Nee. Maar natuurlijk doet de vierde man dat niet. Want als hij de beslissingen zou nemen, dan had hij wel een fluitje gehad. Dan had hij wel toch, of een vlag. Maar je kan toch niet van de vierde man verwachten dat hij bij die Mexicaan... Die schiet Laza, dus bijna die bal tegen die grenzen rechteraan. Ja. En dan zou die vierde man... Die zou dus dan moeten zeggen...
Ja, tweede gele kaart. Spelbederf, ja. Maar dat kan je niet verwachten. Kijk, en ik denk, weet je, ik heb meer zoiets dat als ik naar die vierde man zit te kijken, dat ik bij mezelf denk, ja, weet je, ik bedoel, ik zie die vierde man al op vrijdagavond, weet je, want ja. Jij gaat gewoon door nu, hè? Nee, ja, maar nee. Op vrijdagavond staat de vierde man dus voor de spiegel thuis. om dus te oefenen. Ja. Met die vier minuten erop. En dan zegt zijn vrouw vanuit bed waarschijnlijk van... goed gedaan. Dus vanaf nu, joh, ik vind... hou nou gewoon je mond dicht tegen de vierde man. Maar dat gaat Gert-Jan ook niet meer doen, begrijp je? Nee, hij zei... we hebben echt samen gierend van het lachen aan de telefoon gelegen met z'n tweeën. En hij zegt, je hebt ook gelijk, ik zeg er nooit meer iets tegen. Ik zeg, nee, moet je niet meer doen. Maar als dat... Veldhoff komt, dan staat er zo'n body. Gullit kwam als Veldhoff, stond je met 1-0 voor. Ja, maar dat is ook een extreem geval natuurlijk. Ja, ik bedoel... maar Klaas-Jan is, met alle respect, Klaas-Jan uit de Achterhoek gebleven. Ja. Hè? Maar... Misschien geschikt om lekker te heuken, maar... maar dat is geen jongen waar het Italiaanse publiek helemaal vanuit zijn bol gaat. Nee, maar hij heeft een redelijk gemiddeld Nederlands elftal en... Hij kan hem er toch wel een beetje in leggen. Hij kan er geen kut van. Hij kan helemaal niet. Hij moet stoppen. Nee. Hij moet stoppen. Dat wordt helemaal nooit meer wat. Ik heb in het verleden veel analyses gedaan van de Eerste Divisie. Kun je even uitleggen wat er bij dat doelpunt gebeurt daar bij Dordrecht? Ik zou jou vertellen dat... Ik zeg niet dat deze jongen, zeg maar... onder behandeling gesteld moet worden, die keeper. Nee. Maar we moeten hem wel in de gaten houden. Want als Hans van Breukelen door dat polletje zelfmoordpogingen wou ondernemen, dan leeft hij niet meer, dat weet ik zeker. We moeten hem echt in de gaten houden. Dit is een pol. Ja. Dit is geen polletje. Kijk nou. Kijk. Hoe kan hij zo? Dat is... Ja! Zou gewoon een speler gewoon in de grond die met zijn hoofd omhoog kwam of zo? Dan heb je al die zeg maar topwedstrijden. Nou ja, op Sport 1 kun je ze ook allemaal nog bekijken. Ik zat de Sepp als een gek natuurlijk. En Marco van Basten, die er ook weer scherp commentaar op zat te geven enzovoort. En dan moet je opeens ook even overschakelen naar die andere wedstrijden. Willem II tegen de Graafschap en Roda Utrecht. Hoe ervaar jij dat dan, René? Nee, kun je dat aan of niet? Of, dat is... Dat is raar dan, hè? Ja. Dan lijkt voetbal opeens heel erg moeilijk. Ja. Weet je, dat je denkt van, goh, wat een ingewikkelde expeditie is dat eigenlijk, hè? Als je zo'n Eusilem ziet spelen en dan schakel je over naar de Graafschap en dan denk je, goh... Willem II de Graafschap en dan moet je opletten, die man die zijn veters zit vast te maken tijdens dat doelpunt. Ja. Kijk, die zit daar op het veld. Ja, die denken... Kijk, wordt hier gevoetbald, zegt hij. En hup, dan ligt hij erin. Ja. Was dat een blunder? Nou, je kunt er aan twijfelen. Nee. Nee, je had maar ze hebben het probleem. Kijk, daar zit hij gewoon zijn veters vast te maken. Ja. Jasper Wouken, ze kennen hem niet eens, maar... Maar het probleem voor Willem II is... deze keeper kan er geen pepernoot van, maar die Verhulst kan er ook niks van. Nee, dus maar... die club is gedegradeerd. Dan had ik natuurlijk nog, zeg maar... Ik snap die Manolev wel. Toch? Die, ja. Ja, die had mijn over de vierde man gehoord. Die denkt, ja. Dadelijk gaat hij daarmee door. Hè. Dan stopt hij met mij. Ja. Nou, ik kan hem geruststellen. hij vraagt erom. Ja. Zondag moet ik naar PSV Ajax. En ik ga echt uitkijken waar ik mijn auto ga zetten. Weet je, ik ga het een beetje van tevoren een beetje uitpluizen waar ik die auto... Je zet er bij een Chinees neer? Een endweg van het stadion. Bij die straat, een Chinees daar. Een endweg van het stadion. En het ergste van alles is nog, hij raakt hem nog goed ook. Let op. Daar komt hij hoor. Voorzetje, kijk eens. Hopsakee. Maar moet je dat gezicht zien? Ja. Hij wil zijn gezicht, trekt hij erbij van. Wat scheelt het? Bijna! In de spits. Van de Meukering. Ja, maar als John van de Meukering welkom is bij Feyenoord, dan kunnen we allemaal weer in training, hoor. Nou ja, hij heeft John van Beukering, maar dat komt door die andere bijnaam van hem. Maar ga door. Waar gaat het over, man? Die van Beukering wordt nog ingehaald door iemand die de lijn aan het kalken is op de training. Dat kan toch niet? Gaat er langs, vind jij hier? Dat is niet te geloven. Het is niet vertraagd, deze beelden, voor de duidelijkheid. Hij zei dat hij wachtte op de andere spelers die mee zouden. Hij hoopte dat inderdaad Castaños eroverheen zou komen. Ja, dat is echt een counterspits, hè? Maar hoe kan het, vraagt ook bijvoorbeeld Bas Overmars uit Amsterdam zich af, dat die slagen Materazzi zo populair is in Italië? Arme Janko, zegt hij er ook bij.
Ja, het is een cultvoetballer en tegelijkertijd, ja, als je gaat kijken naar het soort overtredingen die hij heeft gemaakt. Ja. Ik weet niet, we hebben een klein clipje gemaakt, je inderdaad. Je weet echt niet wat je ziet. Nee. Het is een hele geschiedenis, maar ja, hij is ook... Kijk even. Dat is nog te jong, hè? Kijk, deze. Ja, zit hij er net naast. Goed over nagedacht. Nee, wat mij nou al een paar weken opvalt... Ja. Ik bedoel, wij hadden een tijd dat jij... Aftrapjes had, inderdaad, ja. En ik zie ze niet meer. Nee, weet je, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik let er nog wel op. Maar in de Eredivisie zeker zijn ze heel erg vooruit gegaan met aftrap. Die zijn beter geworden. Nou, dus het gebeurt nog zelden. Ja, het gebeurt wel eens, maar dan staat er nog in ieder geval één in de buurt, weet je wel. Dat ik denk, nou ja, hij is niet best genomen. Maar ik ben niet zo snel dat ik mensen van de redactie laat bellen, maar... Die hebben dus vanmiddag voor mij naar PEC Zwolle gebeld. FC Zwolle inmiddels, maar... FC Zwolle. Die zag ik dus een aftrap nemen dat ik denk... Dit gaat de wereld over. kijk, let op wat er gebeurt. Kijk. Hop. Olé! Heb je dat wel eens gezien? Heb je dat wel eens gezien? Maar... Nee, nog één keer. Nee, let goed op, want jij dit zie je voor het eerst. Die heeft Jan ingestudeerd dan. Nee. Heb je dit wel eens gezien, Jan? Nou, in je leven wel eens? Wij hebben hem ook 3 weken met Sparta geprobeerd, maar we konden niemand vinden die bal 3 keer over. Kijk wat hij doet, kijk wat hij doet. Kijk. Hop. Jop. En dan is hij naar Zwolle gebeld en gevraagd waar dit op sloeg. Ja. En weet je wat ze daar zeiden? Nou? Gebleken is dat heel veel tegenstanders moeite hebben met hoge ballen. Echt waar. Dit is dom. Maar daar zit Jaap Stam dus op de bank. En die zegt, Jaap, moeten we doen. Ja, nee, maar Jaap die zou die gozer toch wel gewoon na de wedstrijd even op de gang zetten en zeggen, joh, ben jij wel helemaal lekker, joh? Ja. Of neem jij je medicijnen niet op tijd of zo? Want dit slaat, ja, bedoel, kijk, dit heeft helemaal... Dit heeft helemaal niets meer met betaald voetbal te maken. Ik bedoel, als je dit flik in een caféhelftal in Dordrecht waar de 12 langs de kant staan, word je er gelijk uitgehaald. Zeggen ze, die spoort niet. En er is gewoon mensen die krijgen... Nou, zouden ze er niet veel voor betaald krijgen bij Zwolle, denk ik, om dit te doen? Maar ja, ze krijgen wel wat. Ik heb niet helemaal goed opzetten, maar misschien stond die zon ook in die ogen van die verdediger. Nee, het is echt... Dan zit er wel een idee achter. Er zit een aanvallende intentie achter, heb ik wel zo begrepen. Dat, ja, maar dat is lastig om die bal te koppen enzovoort. Als jij dit aan Iniesta laat zien, die denkt dat het een hele andere sport is. dat wij hier in Nederland met iets heel anders bezig zijn. Dat die zegt, die hoor je alleen maar over... Hou hem op de grond, hou en wij schieten hem gewoon 40 meter de lucht in. Die denkt, dit is gewoon, het heet ook geen voetbal, denkt die jongen. Dat heet iets anders. Kijk nou eens naar de bal die de Jong geeft. Doe nou eens 1 keer terug. Die bal die de Jong geeft. Ja, we gaan hem terug. Zo vrij sta je nog niet bij de auto internationals, man. Moet je kijken. Moet je kijken. Dit kan toch niet, man. In een straal van 25 meter niemand om hem heen. Hé, hey, kom op, man. Dat kan toch niet? Nou ja. Nee oké, okay, maar... Ja, die keeper zegt buiten spel. Heeft hij misschien een punt? Zag hij hem zwaaien? Mooi, hè? Ja. Hup. Ach ja. Nee, maar kijk, hij speelde wel namelijk. Ik twijfel ook wel eens aan mezelf, Wilfred, weet je. En vooral nu met die Manolev, weet je. Nu dat hij in de belangstelling staat van AC Milan. Ja. Ja, dan ga ik opeens toch heel anders naar zo'n gozer kijken, weet je wel. Dan denk ik, ja... Je probeert te ontdekken, waarschijnlijk. Waar ligt zijn kwaliteit dan, weet je? En het gekke is dat ik heb hem misschien wel vergist. Misschien is het voor AC Milan wel de gedroomde back. Ik heb een voorzet gezien. Die heb ik. Heb je die? Die heb ik. Ik heb een voorzet, kijk, en dan zie ik deze voorzet. Ja, en dan denk ik maar één ding. Die kopt Inzaghi erin. Ja. Dus staat 1-0. Ja. Dat zei Fred Rutte na afloop ook, die mag erin deze. Dan is die match in. Ja. Maar ik heb er ook 2 gezien dat ik denk... daar zouden bij Milan zullen daar mensen staan waarschijnlijk. Als hij ze zo speelt. Als hij ze zo speelt. Kijk, dit zijn helemaal geen slechte voorzetten, dit. Dit zijn geen slechte voorzetten. Kijk, en deze ook niet. Er wordt gewoon slecht op geanticipeerd. Kijk. Ja. Zie je? Dat zijn dus... Zo zit ik nu te kijken. Ja. Dat ik dus denk, als ik zit te kijken, dat ik denk... ligt het wel aan hem? Ja. Weet je? Dat kan toch? Ja, jij denkt, dat kan. Ibrahimovic niet snapt deze bal, denk jij. Nee, die eerste van die matige voorzet. Misschien kun je ze nog 1 keer zien, weet je wel. Want kijk, nee, maar je ziet hem toch, op een gegeven moment zie je hem toch denken van... Jan, dit niet serieus doorgaan. Nee, maar kijk, deze. Ik had het idee dat kijk, dit is een toch schot, volgens mij. Hij is wel strak. Ja, een schot. Deze is wel strak. Kijk, deze is losjes geschoten. Kijk, hier, hop. Zie je? Maar daar zou een speler van Milan het gevoel bij hebben, daar moet ik staan. Waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Dus toen ik zat te kijken, dacht ik, ja, weet je, ik kan altijd wel roepen, ja, die ballen komen niet aan. Maar
Ja, misschien is wel helemaal zijn fout niet. Nee. Weet je wel? Dat de PSV de kwaliteiten niet erkent. Nee, dat ze gewoon niet zien wat hij wil. Wel aan heb ik, ja, maar hij vindt het wel leuk. Kijk, ik zag hem dit doen. Zeg je dat wel eens iemand zien doen? Dit? Let op. Let op wat hij doet. Let op. Heerlijk toch? Ja, dat is toch heerlijk? Nou, dat hele stadion ontplofte. Kijk, laat hij op de rug vallen, weet je. Ja, dat is. Weet je, dat is, die gaat er nog bijna in ook. Maar een Nederlandse trainer, die wisselt je. Nee, dan. Ja, die gaat er gelijk uit. Je moet er lachen elke keer. Je moet dat helemaal om lachen, weet je. Dan zit daar, Frank de Boer zit ernaast en daarnaast zit Sjaak Zwart. Sjaak Zwart hebben ze ooit gezegd van, joh, alles wat Cruijff zegt klopt. Dus als die wat zegt, ja, knikken. Dus Sjaak die doet dat. En dan zit daarvoor Jaap de Groot. En dan zie ik ook dat bijvoorbeeld, dan heb Suárez de bal. En die wil dan 6 man gaan passeren. Ja. Maar dat doet hij al 20 jaar. Kijk, dit is echt een Suárez-actie. En dan komt Cruijff in beeld. En die gaat dan tegen de Boer zeggen, kijk, nee, ja, die moet je afspelen. Ja, nee. Nee, kijk. Hij komt aan, de wiel. En als je van de wiel aanspeelt en je speelt zo door, dan lopen er een man tussen de linies door. Ja. En dan kan je zo weer door naar het Emanuelsson. Maar dan denk ik, Frank, ja. Frank begreep dat wel, hè? Het klopt wel wat hij zegt. Ja. Alleen doet waarschijnlijk Suárez dit al vanaf zijn 4e jaar. Ja. En hij is nu 24, dat is 20 jaar. Dat leren wij hem niet meer af. En dat moet je maar pakken zoals het is. Nou, kijk, ik zat eigenlijk te denken, weet je wel. Weet je dan, als trainer word je ook ouder, weet je wel. Ja. Als Verbeek ook, weet je. Richting de 50. Maar, nee, ja, maar ik bedoel, die trainers willen toch allemaal hun stempel drukken. Die willen allemaal met iets nieuws komen, waardoor ze misschien herinnerd worden. Ja. Michels, totaalvoetbal, Happel. En toen dacht ik, die Verbeek, als die dan dadelijk in dat bejaardenhuis zit en die pap komt zo half uit zijn mond vallen. En dan vraagt iemand tegen hem, joh, wat heb jij nou bereikt? Wat heb jij nou toegevoegd aan het voetbal? Ja. En hij moet dan eigenlijk bekennen het kluitje. Het kluitje? Het kluitje. Vertel. Dat ze bij een vrije trap allemaal bij elkaar gaan staan. Oh. Dat is wel lekker voor in de wintermaanden. kijk nou, dit is toch koddig, joh. Kijk nou. Kijk, ze staan er met z'n allen. Kijk, zo lekker zo. Leuk, hè? Komt de kleding wel, komt die niet. En, ja, dat is wel heel erg lastig, omdat namelijk we konden eventueel, hè, een warm-up maken in een zaaltje. En dan zonder kleding. En toen hadden we op een gegeven moment weer kleding aan van een tegenstander. Ja, dan zouden we naar buiten gaan, maar uiteindelijk kwam de kleding weer. Dus het was heel rommelig. Lekker, hè? Allemaal warming-up in de blote pielemoosje. Lekker, toch? Ja, ja. Ja, dat zijn dilemma's dit, hoor. Ja. Komt de kleding wel of komt de kleding niet? Ja, Fred heeft de hele nacht geen oog dicht gedaan. Die dacht, die kleding kon niet meer. Dan moet je met de blote pielemoos naar buiten. Ik zie Fred al met zijn Vilsif-nummers op die rug maken. Knap zijn. Hoe zou het met Atuba zijn? Nee, maar even serieus. Speelt hij in de tweede? Volgens mij doet hij wel weer mee, ja. En hij schijnt daar wat op de trainingsvelden rond te scharrelen. Goed, nog steeds. Ja, want mensen die wel eens bij de training komen, die zien hem dan wel eens voor zichzelf bezig. Ja, maar ik heb niet de indruk dat ze bij Ajax veel aandacht aan hem besteden. Okay. Nee, ja, trouwens gisteren ook tijdens de wedstrijd PSV-Roda. Ik zei, Manolev stelt niet teleur, sms ik even. En toen beaamde jij dat. Nee, Manolev. Maar weet je, jij kijkt het anders naar dan ik nu. Ik kijk er toch positiever tegenaan. Echt waar? En, ja, ik zie toch dingen in die jongen dat ik denk bij mezelf, nou, maar, weet je wat ik zei, misschien heb ik me een beetje vergissen, maar dit moment bijvoorbeeld, kijk, nou stop ik. Kijk, hij kijkt nu, hè? Ja. Hij kijkt nu. En wat hij nu, ik ga dan voor hem denken, is dat Lens staat stil. Die moet eerst de paal bewegen. Ja. Berg moet daar achter komen. En Toivonen moet, zeg maar, tweede paal. Dat denkt hij. Ja, dat zie je hem denken. En dat zie ik hem denken. En dat doen zij niet. Nee. En dan wordt hij boos. Kijk, dan doet hij dat. Dan wordt hij boos. Ja. Nee, dat zie ik. Nee, echt waar. Kijk, want hij loopt daarna ook terug van, krijg het lazer eens lekker. Ja. Als hij niet wil bewegen, ga je niet. En Toivonen was boos, hè? Die zag je niet stond. Nee, kijk. Hij kijkt nu en dan denkt hij, hier, zoek maar uit ermee. Ja. Hey. Ja, kijk, dan loopt hij terug en denkt hij, zo, ik heb ze weer te pakken, denk je. Ja, goed, hè? Nou ja, vriend, hij wilde heel graag aan het werk met Bas Dost. Hij zei, geef me een maand met Bas Dost en ik leef een hele andere Bas Dost af. Geef iedere trainer Bas Dost een maand. Geef Basje en Adriaan aan Bas Dost een maand. Alleen Jeroen. Hij komt beter terug. Alleen Ron Jans. Slecht, nee. Gisteren ging hij trouwens mooi door en bereidde hij een goal voor. Tegen Willem II heb je niet echt een stofzuiger nodig. Die leveren hem vanzelf al in. Die zijn blij dat ze hem kwijt zijn.
Ja, John Veskes begon goed aan die wedstrijd. John Veskes, zag je? Die dacht bij die 1-0, die denk ik ga het doen. Sambiaantjes. Goed, man. Ja. Ik krijg mijn brief over. Dat heb ik nou alweer door. Waarom? Die Sambiaantjes. Maar goed, dat maakt het niet uit. Goed mee. Ja. En slecht nieuws voor de voetballerij. Ajax neemt afscheid van Atuba. Nee. Ja. Ja. Verdomme. We begrijpen er niks van, maar hij gaat weg. We hebben die tovenaar te weinig gezien, hè? Ja. En dat zou ik doen. En ik vind gewoon dat hij naar Feyenoord moet gaan. Ja, wij hebben zo'n gozer nodig, die zit er gewoon even inpeert. Ja, maar die eikel blijft daar bij PSV spelen, 6 maanden. Oh, hij wil wel weg. Maar niet dat dit seizoen, heeft hij aangegeven. Ja, hij wil eigenlijk kampioen worden, dat begrijp ik nou wel. Ja, dan wordt hij volgend jaar maar Feyenoord kampioen, hè? Dat is niet zo moeilijk, joh. Nee, maar dat duurt nog een jaar of 10 voor die ja, maar je moet een beetje optimistisch blijven. Als supporter en een Feyenoord. Die jongen heeft nu de kans een keer kampioen te worden. Door de 90 pakken win. He? Ja, dat kan niet anders, hè? Klootzak. Klootzak zegt hij gewoon tegen mij. Dat kan toch niet? Dat is niet te geloven. Geweldige spelen. Kijk, jij gaat nu op een hoger plan zitten met Manolev. Jij zit op een hoger plan nu. Allerhoogste plan. Ja, wij kunnen dat misschien nog niet helemaal volgen. Manolev, nee. Maar jij zit inmiddels op een plan met Manolev. Dat je alles begrijpt. Kun je even uitleggen wat hij hier precies doet? Ik zou je zeggen. Hij wordt afgeleid door de grensrechter. Oh! Hij staat de laatste tijd prima te keeper. Brengt ons bij het algemeen klassement. Ik neem aan dat afgeleider nog steeds bovenaan staat. Nog wel is iets gezakt, zie ik trouwens. Qua gemiddelde. Rijkovic. Hoe komt die Rijkovic er nou eigenlijk? Geen flauw idee. Die raakt toch geen pepernoot? Dat ben ik nou gek. Die moet ergens familie hebben bij die gozer die punten geeft. Dat kan niet anders. Dat kan toch niet anders? Nee, ik zit die is mijn echt nog heren, niet. Heren, jullie hebben het over verslaggevers van mij, hè? Nee, maar is die jou opgevallen, dit? Ja. Ik vind het uitstekend. Speel, jongens. Ja, ze kan er helemaal niks van te doen. Ik zeg gewoon volgende week tegen die gasten dat die maan al even 8 moet hebben. www.rtlvoetbal.nl. Je had het trouwens net over Manolev, maar we zaten vrijdag te kijken naar het geweldige moment van Ronaldinho. Dat had je er even aangeraden. Kijk er even naar. Kijken we voor de mensen die het even gemist hebben. Kijken we er even naar Ronaldinho, hoe die bal aanneemt. Dat is echt heel bijzonder. Ja, dat is echt geweldig. Maar dit is heel bijzonder allemaal. Kijk, dit doet hij echt fantastisch. Maar toen zaten wij afgelopen weekend te kijken naar die wedstrijd van PSV. En moet je even opletten. Ja, heb ik ook gezien. Manolev, 28e minuut, let op. Ja. Die heeft zitten kijken vrijdag. Ja. Op Manolev. Ja. 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 Hop en gaat hij. Ja. Wees blij dat ze het tegenhouden, hè? Ja. Want anders gaat mis. Is je nog wat opgevallen dit weekend? Ja, goed. Ik moet er altijd om lachen, omdat ik het aanzien komen. Kijk, het is zo mooi dat voetbal heeft maar met één ding te maken. En dat is gezond verstand. En het leuke is dat Xavi en Iniesta hebben meer gezond verstand als de hele Eredivisie bij elkaar, zeg maar. En dat maakt ze zo goed. En die De Boer is nu trainer van Ajax geworden. Dat vind ik zo leuk. Die heeft gezegd, ooit in de bespreking, een paar weken terug, heeft hij gezegd: jongens, er wordt niet meer van achteruit, wordt die bal niet meer naar voren geknald. Er wordt alleen nog maar over de grond opgebouwd. En er wordt, zeg maar, de keeper gooit Vertonghen aan en dan gaan we beginnen. Maar het leuke is, Wilfred, kijk naar Manchester United, kijk naar Tottenham Hotspur, kijk naar Barcelona. Die roeien die bal ook af en toe naar voren. En hoe komt dat? Omdat op het moment dat je op gaat bouwen van achteruit, moet alles goed gaan. De passing moet goed zijn, de mensen moeten goed lopen, de aannames moeten goed zijn, maar dat is niet altijd. Dus op het moment dat Puyol die bal enigszins verkeerd aanneemt, dan moet Busquets hem gewoon naar voren rammen. Daar komt hij niet onderuit. Maar bij Ajax heeft De Boer nu gezegd dat dat niet meer mag. Nee, verboden. Verboden. En dan zit ik zo te lachen, want dan zie je de meest hachelijke momenten dat ik denk, hier gaan we. We gaan opbouwen. Kom op, daar gaan we. Hoppa. Ja, Edo. Ja, en hij denkt, ik ga naar voren schieten, maar dat mag niet. Terug naar de keeper. En de keeper gaat hem geven aan. Ja, en de 1-0. En hij denkt, oh mijn god, wat nu? Kijk. Ja, dit is toch geweldig, dit. En het moet 1-0 zijn natuurlijk, dit. Ja. Maar dit is zo mooi, omdat er is dus van De Boer uitgezegd, die bal wordt niet meer naar voren getrapt. En ja, en dan ben je al de wereld en dan heb je een probleem. Ja. Want je doet liever wel. Maar bij Ajax, ik vond het, laat me nog één keer zien, ik vond het gewoon, daar heb ik de tranen in mijn ogen staan. Dan denk ik, kijk, je ziet hem denken, laat ik hem nou naar voren trappen. Is veel makkelijker, weet je wel.
kijk, en dan hij ook. Hij denkt, oh mijn god, wat nu, ja. En dat moet die heeft dan de opdracht nu, dan moet jij erin in de bal komen. En hij moet dan uit de bal draaien. Kijk, maar weet je wat nou het leuke is? Dat als die Alderwereld dit heel goed zou kunnen, dan had hij niet meer bij Ajax gespeeld. Nee. Je had nog een aftrap, had ik begrepen. Ja, man. Ja. Aftrapje. Kijk, Hans belt wel eens iemand op. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon nummertjes, weet je wel. Dus ik heb vandaag een beetje met die spelers van PEC Zwolle zitten bellen. FC Zwolle, ja, dat is wel best. En ja, ik heb die keeper gebeld, ken je hoe die heet? En arts had ik gebeld en Slot. Ja. En ik heb gevraagd, jongens, welke idioot heeft dit verzonnen? Ja. Het is niet de eerste keer, hè? Nee, dat is de tweede keer. En het slaat helemaal nergens op. Nou, blijkt... Weet je wie het verzonnen heeft? Nou. Jaap Stam. Nee. Jaap Stam. Ja, Jaap Stam heeft dit verzonnen. Nou, het schijnt dat Jaap Stam ooit een keer bij Lazio Roma zo'n aftrap erin gekopt heeft. Die moet je wel. Ja. Er zijn geen beelden van. Het is de tweede keer dat ze tegen Cambuur doen, maar kijk, de aftrap is wel heel opmerkelijk. Hoppa! en toen kwam Jaap Stam dus aan en die kopte hem zo erin, weet je wel? Ja, mooi toch? Jaapie? Ja. Nee, maar als je dit doet en je hebt een goede trainer, word je gewisseld. Ja, als je dit doet, ben je niet goed bij je hoofd. Ik had dit niet gezien, hoor. Maar kijk dan nog één keer. Het is echt niet te geloven. Kijk dan nog één keer. Hij is wel hoog. Kijk nog één keer, kijk. Kijk, Jaap in de lucht gaan. Kijk, hup. Tik. Ja. Ja. Ik ben blij dat het dak niet dicht is. Daar kan je toch nergens mee voor de dag komen, jongen. Kom op, hé. En wij moeten de Jupiler League serieus nemen. Dit is, ja. Ja. Het enige wat je zou kunnen bedenken is dat hij een parachutist uit de lucht wou schieten. Dat is wat je zou kunnen bedenken. Het is toch niks, man. Het is niet serieus. Het is belachelijk. Het is belachelijk. Ja, maar als je nou Jaap Stam bent en je hebt overal gespeeld. Nou, is hij toevallig met hetzelfde met het idee. Ja, maar deze speler die daar op de foto staat, die vindt zichzelf echt een grootheid. Klopt. En die laat zich dus verleiden door dit soort onzin. Ja, dit is al eerder. Dit is die andere versie. Die kwam nog een beetje in de buurt van de 16, tenminste. Ja. Dat ja. was... Ja. Zeg makkelijk kop als een bal van 100 meter naar beneden komt. Ja. Dan kan je flink kracht zetten. Ja, apart, Manuel heeft geblesseerd, 3 weken. Ja, godverdorie. Ja, van me. Ik heb hem een fruitmand gestuurd. Echt waar? Ja, nee. Nee, serieus. In de hoop dat hij snel weer fit is. Want ja, wat nu? Ja, dat zat ik me ook te bedenken. Ja, dus hij moet je kijken, moet je niet te zien. Kijk. Hij kijkt. Ja. Hij denkt, oh jee, die gaat hem maken dadelijk. Ja. Zie je dat? En hij maakt hem ook nog. Ja. Mijn herhaling moet je nog een keer kijken. Ik wist niet wat ik zag. Ik voel me dat gisteren. Ik wist echt niet wat ik zag. Maar kun je nou een goede Ja, maar kijk nou Anita. Moet je alleen op Anita letten. Kijk, wat hij doet. Hij denkt, oh jee, kijk nou. Hij denkt, kijk nou, die gaat... Godverdomme, deze schieten we nog in ook. Hij loopt helemaal gewoon ook terug naar de midden en denkt, nou ja, 2-1. Kun je een goede Dat kan toch niet, maar, serieus, ja, maar dit kan. Nee, maar luister. Van Ajax, hier, Vertongen. Die denkt, ik even terug aan de keeper van Cambuur. Ho, doelpunt! Ja, hij zegt, die kan er ook niks aan doen. Het is dus een bekerwedstrijd tussen Cambuur en Jong Ajax. Je gaat nog juist op. John van der Brom was toen trainer bij Jong Ajax. Die zei, ja, dit kan natuurlijk niet. Dus die hebben toen Cambuur de gelegenheid gegeven om te gaan scoren. Dat was niet zo makkelijk ook, bleek uiteindelijk. Want hier nou gaan ze allemaal aan de kant, moet je opletten. Dus Cambuur denkt, hoe moeten we dit nou oppakken? Dit is natuurlijk niet leuk wat er gebeurd is. Maar er gebeurt, kijk. Oh. Oh, wat is dit? Ja. Oh, die... ja. Oh, ja. Ja, nee. Ja, uiteindelijk mocht hij je maken. Manolev mag de eerstkomende tijd niet spelen, ondanks het feit dat hij fit is. Want, zo zegt Rutte, Manolev heeft wedstrijden nodig. Juist niet. Nee, want niemand Manolev is het beste zonder bal. Dus waarom zou je dan wedstrijden nodig hebben? Als je zonder bal het beste bent. Ja. Over ballen gesproken, Johan Flemings. Die groep, dat Twente, die moeten gewoon die Co-Adriaanse het idee geven dat hij erbij hoort. Die moeten, zeg maar, hem ook iets van warmte geven. Ik heb 3 fragmenten. Moet je hier kijken. Kijk, dit is het fragment van de schaal. Kijk, daar staat hij en denkt hij, nou, ik krijg hem zo. Kijk. Die Ruiz denkt, doe toch maar niet. En kijk, hij denkt, dit valt me toch tegen, weet je wel? Hij staat er lullig bij. Dat zag niet leuk uit. Nee, want hij staat naar Ruiz te kijken. Hij denkt, nou, die houdt dat ding omhoog.
Maar nee. Dus dat is dom van Ruiz. Nou, toen liepen ze op een gegeven moment dat veld op. En dan vind ik normaal moet je tegen een trainer zeggen... joh, kom op, weet je. Ja. Maar kijk, daar loopt hij. Kijk, ze laten gewoon voor lul lopen. Hij loopt erachter, hè? Kijk, ja, nee, kijk. Er is niemand die zich om hem bekommert. Kijk, en dan loopt hij er een beetje... Ajax ziet een beetje handjes te geven. Kijk, daar staat hij. En die reageert ook niet zo. Dan is het leuke dat... Dan moet je echt op letten. Dat vind je wel leuk, weet je. Op een gegeven moment staat hij... Dan worden de foto's genomen. En dan gaat hij erbij staan. Maar dan moet je dat even nog uitleggen. Dan zie je helemaal dat hij zich niet op zijn gemak voelt. Hij... Dan moet je opletten, Hans. Dan gaat hij eerst gaat hij zijn handen zo doen. En dan denkt hij... Dat is het toch niet. Nee. En wat hij dan doet op het laatste is... Dan denkt hij daarmee alles goed te kunnen maken... Steekt hij hem in zijn zak. Zijn hand in zijn zak. Zo van... Hier staat wel iets, weet je wel. Maar je moet maar kijken. Kijk, nee, maar rechts in beeld. Kijk, zo verloren. Kijk, daar staat hij. Daar rechts in beeld. Kijk, en dan denkt hij... Ja, even... Ja, kijk, nee, dat stelt niet. Ja, hand in de zak. Ja, hij denkt zo staat. En dan staat hij net en dan lopen ze weg. Kijk, en dan staat hij er weer van lul bij. Nee, maar... Nou komt het, Hansie. Nou komt het. Ja, ik luister, René. Ik heb ook nog een foto. En jij weet, als er vroeger foto's genomen werden... maar ook met familiefoto's en zo... dan zei je altijd van... degene die, zeg maar, aan de kant stonden... dat was makkelijk. Wij lieten jouw vader ook altijd op de kant staan. Want dat was makkelijk, want die kon je er dan vanaf knippen. En kijk hoe die... Kijk, daar staat hij. Zie je? Weer voor lul. Die ziet eruit als een havenarbeider van 28, hè? Ja. Vind je dat echt? Die moest er? Ja. Ja, die speelde bij min 12 en die had zo'n piemel. Daar durfde niemand naast onder de douche te gaan staan, naast die gozer. Ja. Hij scheerde zijn eigen ochtends en 's avonds. Ja. En toen speelde hij onder 12, toen. Ja. Ik hoorde van de fysiotherapeut, als die slap is, kunnen de 5 duiven op. Ja, natuurlijk, man. Ik had het niet. Wilfred, mag ik me hiervan distancieren? We gaan de reclame heel snel ook. Niet voordat ik gemeld op ga, eerst dan dat klassement. Dat doet hij bij SBS, maar bij die ordinaire camping zijn. Ik wil zeggen, Douglas... Speelde die pellen slecht? Jezus, Mina! Die moet dus die bal bij hem houden. Hij heeft... Dat is zo leuk. Je moet tegen hem zeggen dat hij hem in zijn handen moet pakken. Dan kan hij hem bij hem houden. Weet je wat nou zo leuk is? Er wordt nu dus gezegd... Pellen is een aanspeelpunt, die brengt rust. Hij heeft dat 1 keer gedaan in de eerste helft, toen hij hem aan Verhoek gaf. En die werd tegelijk in de rust uitgelicht. Zo van, ja, nee, kijk, hou me. Ja. Voor de rest is hij iedere bal kwijtgeraakt. Nou, jij maakt mij toch niet wijs dat Sissy, die is toch veel beter in de spits. Jezus, Mina. Als Rauwen Isaacson heeft, nee toch? Nee, maar als hij de Rijk niet had gehaald, had hij hem waarschijnlijk al uitgehaald. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Hij wilde niet te veel mensen wisselen. Ja, als je... Isaacson heeft goed gekiept tegen SV Riet. En heeft Weet je wat ik nou zo leuk vind van SV Riet? Dat ik weet al wat die Fred Domme dan gaat zeggen. Die gaat natuurlijk zeggen van, ja, Riet wil niet meevoetballen. Nee. Nee, Riet kan niet meevoetballen. Dat is het probleem. Die komen natuurlijk alleen in een Nederland, Johan, om die ballen de parkeerplaats op te stoppen. Want anders kunnen ze niet. Ik lees toevallig vanochtend dat ze voor het eerst in de competitie gewonnen hebben. Dan kijk ik tegen wie? Tegen Alpenzusjes. Weet je wel? Ja? We lieten er vorige week al zien. Echt waar? Wilfred, weet je, eerlijk is eerlijk, en dat doe jij ook. Als ik ga kijken naar SV Riet, PSV... in het Keine Zorgen Arena. Ja, dat was geweldig, in de Keine Zorgen Arena. Dan ga ik zitten thuis en dan denk ik... dit wordt een enorme kutwedstrijd. Dat is wat ik denk. Dus eigenlijk kan het nooit tegenvallen. En het gekke is... Veel tegen. Het is nog erger. Ja. Het is nog erger. Het is niet om aan te gluren. Ik sta even... Been lopen klagen dat hij een keer... Manolev. Ja, die kan nog helemaal geen reet. Had hij erin gekund? Dat is mijn vraag aan jou. Had die bal erin gekund? Weet je, ik wil nog wel eens een... Kijk, zeg het eerlijk. Nee, maar... Mag hij erin? Weet je... Ja. Weet je wat het is, Wilfred? Jij denkt misschien nog wel eens bij jezelf van... waarom
kon er geen momentje Manolev meer. Nee. Maar je kan nu gewoon 90 minuten van Manolev uitzenden. Tot de conclusie, er zit geen gif in, dan begrijp ik het ook niet. Want hij heeft altijd in de jongen gezeten. Ja. Maar ik vind Berg, als ik hem zo ziet lopen... dat vind ik precies dezelfde Berg als dat hij bij Groningen liep. Alleen maakte hij ze daar. Nou, en dat was inderdaad... Die kon erin, toch? Ja, met een beetje geluk. Ja. Ja, dit hier... Ja, ah, kom ik op, moet man. Wel zeggen dat je vertrouwen hier niet groter van wordt. Nee. Weet je, je gaat niet denken van nou, ik kan het wel, weet je. Ik voetbalde. Toen was er geen dopingcontrole. Hè? Toen hoefde je nooit een plasje te doen. Nu is dat steekproefgewijs. Ja. Maar je kon toen nemen wat je wilde. En we deden de gekste dingen. En er was geen controle. Toch was die Pieters die controle voor het weekend, ja. Denk ik. Ja. Hè? Ja. Die denk ik, gaat er snel uit, want anders ben ik de lul natuurlijk. Ja. En jij vroeg je net af of hij wat gescheurd had, hè? Ja. Ze hebben volgens mij een stuk uit zijn bovenbeen in zijn arm moeten zetten. Het schijnt heel ernstig te zijn. Ja, absoluut heel ernstig. Maar hij zegt, er bestaat een kans dat hij zijn rechterarm nooit meer kan gebruiken. Dat is ook die ex-speler van Willem II. Maar toen zeg ik tegen Hans, waar hou jij je piemel mee vast? Ik denk dat iedereen houdt hem met rechts vast. Want je doet namelijk zo je gulp open. En dan, hup. Je doet nooit zo, dat is heel moeilijk. Dus die Pieters is gewoon dadelijk de rest van zijn leven... moet hij gewoon zijn broek zeiken in de wietspreuk. Die krijgen er niet meer uit. Ja. Dit met je jongens, ik ga niet als een randebiel voor die camera staan. Bah. Nee, dat wordt een beetje een trend, hè. En dat gebaartje met die vingers, met dat hartje, daar ben ik ook ziek van. Kijk eens naar de echte voetballers. Heb jij die Messi al eens een keer zo zien staan? Nee, toch? Voor hem jawel, maar in Engelse pots vind ik meer inzicht. Maar één keer moet je laten kijken. Zien. Ja, dit is echt... Kijk, let op. Gaan ze spelletjes wel? Oh. Kijk hier, dat. Kijk, hop. Ja, joh, maar dit vind je dat niet mooi? Nee, maar die verdienen een doodschop. Ja. Dat is de tegenstander vernederen. Moet je hem goed, Hans van Breukelen? Goeie keeper. Ja? Hele goede keeper, goede lengte. Beetje zenuwachtig, weinig humor. Ach ja, weinig humor. Ja, weet je, ik heb niet heel veel keepers meegemaakt met heel veel humor, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee. Nou, met Edwin van der Sar kan je lachen. Maar het valt ook niet mee, keeper zijn. Hè? Weet je, iedereen wil graag in de spits. Als je dan niet kan voetballen, zeggen ze, joh, ga lekker op middenveld spelen. En als dat ook niet lukt, dan zeggen ze, joh, ga lekker achterin spelen. Ja, en als je dan helemaal geen ene reet van kent, joh, ga lekker doorstaan. Ja, daar kom je altijd ongeschonden uit, weet je wel. Daar kom je niet ongeschonden uit, hè. Je hebt een mannetje gezien? Ja. Ik heb een mannetje gezien. Ja. Ja, en een moeilijke naam had hij. Mietjan. Ja, ja. En Frits Kooibach zou zeggen, hij is op de brommer. Ja. Hij is op de brommer. Ja, en hij is echt op de brommer. En als je op de brommer bent, is een kwaliteit. Ja. Waar of niet? Hoe je het ook went of keert. Ik zeg je dat hij nu al twee klassen beter is als Luke Koki. Nu al? Ja, want die is niet op de brommer. Nee. Die heeft een kleine brommertje heeft hij. Ja. Die heeft zo'n fiets met een beetje... Hij heeft een opgevoerde, hè? Hij heeft een opgevoerde brommer. Ja, kijk, daar gaat hij. Hier. Kijk, daar gaat hij, hoor. Nee. Over. Kijk. Daar gaat hij. Ja, op. Daar gaat hij. Maar hoe je het ook bent of keert, hij is 20 jaar. Hij wordt nog 20. Maar nog één keer zien. Hij wordt... Ja, maar Narsing. Wat heeft Narsing nou? Ja, geen brommer. Nee, maar die is... Let op. Daar gaat hij, hoor. Hier gaat hij te hard. Hier zou die normaal gefitst moeten worden. Maar... Nee, maar hoe je het ook went of keert... hoe je het ook went of keert... Luciano Narsing, die is gewoon snel. Ja. En voor de rest niks. Maar dat is wel een kwaliteit gewoon. En deze jongen is net wat jij zegt. Ik heb ook zitten kijken, hoe oud is die? Nou, hij is net 20. En als je dan hij wordt nog 20, maar het mag wordt nog 20 worden. Als je dan zo snel bent... En ik zag ook, maar weet niet of ik het goed gelezen heb, bij zijn dingen zag ik ook, hij is rechtsbenig. Nou, als je rechtsbenig bent en je kan ze links zo voorgeven, zoals ik hem erin zag voorgeven. Komt hij aan? Kijk, daar gaat hij weer. Let op, let op. Hup, ja. Niks aan de hand. Nee, is eigenlijk goed. Totaal niks aan de hand. Kom op, hé. Ja. Talentje. 19 jaar. Die happy is met een punt
met al zijn beperkingen bij VVV. Ja, en die de volgende dag voor heel Italië geëerd wordt. Dat is ook maar een, is ook wel chique. Het is wel chique. Ik kan maar één ding bedenken. Hij is dol op SM. Zou kunnen, want je weet is het bijna natuurlijk. Nou ja, op de bank zitten bij Heerenveen. Volgende week is Willem II. Van zijn SM. Ja, volgende week. Vond je het van de week bij Real dan? Bij die bekerwedstrijd? Oh, je doet Peppe. Ja. Ik dacht eerst dat het per ongeluk was, maar na dan nog een keer kijk, zeg ja, dat is niet per ongeluk. Dus hij wil die bal achteruit spelen. Je hebt gewoon een tricksie in je mond. Ja, en dan? Dat maakt het niet uit. Jij vraagt hem toch aan me? Hier, kijk, al die overtreding. Denk kijk, hier, door, kijk. Ah, die... Hoppa! Het is toch niet te geloven, dit? Ja, kijk. Die is gek. Ja. Ah, die is gewoon gek. Maar dat moet je als... Ik vind, Johan, dit dat meen ik eerlijk, Ronaldo. Die als zo'n grote club niet willen... dat je zo'n dwaas als voorstopper hebt. Nou, ik vond het... echt een schande. Meen ik echt. Ik ben echt. Ik heb gisteren nog gezegd, maar ja, hier die Pipo. Wat is dat? Dat zegt hij. Ja, als die Pelle niet meedoet, dan zak je naar tweede klasse, zegt hij dan. Ja. Hey, als Pelle er niet bij was geweest dit jaar, dan had je met Roda gewoon onderaan de strijd aangeraakt. Ah, joh, domme ja, straat erop, joh. Ja, natuurlijk dus, wel. Dus en er was, hij schrok zijn echt, hij schrok zijn erop. Hey, voor duidelijkheid, jullie hebben gisteren bij de businessclub van Feyenoord een verhaaltje gehouden, toch? Dat was het verhaal. Ja. Ja? Ja. En dat heeft René toen gezegd dan. Toen dus was ik dat hij kon en noem maar op. En dan kwam hij, ja, hij komt er altijd tussen, dat is moeilijk. Nee. En dan zei hij, je moet blij wezen dat je die gozer hebt, want dat je, anders had je in tweede klasse gespeeld volgend jaar. Ja, tweede klasse niet, maar je had wel, denk ik, super. Nee, gewoon in die degradatieronde gezeten. Met rechterrijtje met Sparta en ja. Maar veel mensen... Dat is een rijtje van de eerste divisie, hoor. Nee. Ik bedoel, die degradatiedingen aan het eind had je wel gespeeld. Jong gezegd, heb ik het gewoon 20 minuten naar het slechtste voetbal wat ik de laatste jaar gezien. Hier ben ik ook gek van, René. Ja, dat is ook... Dat geneuzel. De goed spreken, ja. Nee, maar dat ging er op een gegeven moment een halve minuut zo aan toe. Ik heb een staaltje van dat kunstenaarschap heb ik meegenomen. Kijk eens, let op. Hoop, dat gaat mis. Hoppa. Oké, ja. Hoppa. Hoppa. Is niet goed, hè? Hoppa. Hoppa. Vind je het gek? Ja, natuurlijk. Maar nu doet ze het goed, toch? Of niet? Ja. Nu komt hij. Nu komt hij. Hoppa. Oh. Ja, dan zit je dan gewoon op je zondagmiddag naar te kijken naar dit. Dan denk je, wat is dit, man? Ja. He, gewoon een halve minuut gewoon tafeltennis. Ja. En toen heb ik zo genoten van... Eigenlijk op het laatst kwam Wim Kieft nog even. Die stond op het veld in het stadion van Real Madrid. Ja, Bernabeu. En die, ja, nou, die, weet je, daar kreeg ik kippenvel van. Hij had op het randje van zijn stoel gezeten. Hij had geweldig voetbal gezien. Ik heb Messi 5 ballen zien geven, die waren buitenaards. Die we gaan straks uitgebreid laten zien. Die geeft Uziel niet, die geeft Ronaldo niet, die geeft Bale al helemaal niet. Die schiet alleen maar die ballen tegen de reclameborden aan. Het was een prachtige wedstrijd. Ja. En weet je, ze kunnen pieken wanneer ze willen, dat Barcelona. En die Messi, dat is gewoon de aller grootste voetballer die ik heb. Twee keer kampioen geworden, de beste speler. Als je dan Benteke neemt bijvoorbeeld, had hij die wel kunnen... Tiki. Ja, Ernst van der Ende. Hoe noemen die? Tiki. Tiki. Ja. Tiki. Ja, donderstraat nog op je Bentiki. Tiki. Ja, Bentiki, ja. Lekker is dat. Had ik wel zeggen, lekker een deuk hier. Bentiki is toch ook een blind vink? Ja, maar had hij hem kunnen maken? Dat is de vraag nu even uit het land. Zet die... Ja, maar... Ja, dat bedoel ik maar. Lukaku. Lukaku. Ja, weet ik. Lukaku. Maar Lukaku is zo veel beter als Bentiki, man. Kijk nou, wat een lul. Ja. Ja. In de nou, Kees, hier staat die bal op, hè? Ja, maar toch. En dan moet hij nog binnen. Maar dan nog. Ja, dan moet hij nog binnen. Dan nog. Ja, ja, Bentiki. Ja, ik kan er niks van je. Ik van Belzemil. Hij gaat de hele wereld over. Had Mike van der Horen het eigen doelpunt kunnen voorkomen? Nee. Niet. Nee, kijk, daar gaat hij en... Ah! Ja, dit kan je toch niet meer zien? Ja, nee, kom op, hé. Dit is de hele wereld overgegaan, man. Ik zat op allerlei websites van The Sun en overal stond hij op. Nou. Maar jij zegt hij had het niet kunnen voorkomen. Er was echt niks aan te doen. Nee, dat het was een soort... Kijk, je hebt mensen die hebben... Hoe noem je dat? De ziekte van Jules La Tourette. Jules La Tourette, ja. Zeg opeens wat. Ja. Hop. En hij schiet opeens. Ja. Je? Ik vind het een beetje zielig om te zien. Ja. Ik vind het... De manier waarop Sneijder speelde... Ik heb gewoon... Weet je...
ik vond het gewoon zielig. Ik vond het, het was, weet je, dat ventje loopt daar zijn best te doen. Die loopt proberen om zeg maar iedereen te laten zien hoe fit hij is. Weet je wat Snijdertje nou gewoon moet doen? Zijn wedstrijdje spelen, ja. Joh. Dan is gewoon een van de beste spelers. Zijn wedstrijdje spelen. De momenten deed hij. En jij gelooft toch niet, als die Zlatan in die groep zou zitten van Nederland en die Van Gaal zou roepen tijdens zo'n persconferentie, als Zlatan een bal onderschept, gaat ik juichen. Weet je wat Zlatan dan zou doen in de lift? Die tikt hem op zijn rug, die zegt, hey Louis, dat moet je niet meer doen, joh. En nu tik ik je nog op je rug. Maar de eerste volgende keer krijg je hem op je neus als je nog een keer zo raar doet. Dan is dat gebeurd. Ho, Hans. Ik heb laatst een interview van Tim zitten lezen. Lex. Lex. En die vindt het hartstikke vervelend als wij hier aan tafel negatief over hem doen. Dus in dit geval zeg ik, ik vond hem de strafschop niet goed genomen. Nee. En bij die tweede moet je een beetje geluk hebben. Zie je? Dan moet je een beetje mazzel mee hebben. En jullie zijn helemaal over, zeg maar, van je geloof af, hè? Die Belgisch. Die Simons, hè? Simons. Timmy. Ja, Tom ook, hè? Ja, de bank die is godverdomme 37 jaar. Ja, maar die hebben jullie nog graag slot op de deur. Slot op de deur. Die Belgisch hebben graag een slot op de deur, hè? Maar nou, eindelijk, hij zat ernaast. Hey, met tijd ook. Hij doet al 2 jaar niet meer mee, joh. Ah, Pipo. Man. Ja, maar het meest aparte, we halen dit namelijk even terug. Dat heeft altijd een reden, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar jij maakt die Timmy Simons een beetje zo van, ja, die hebben we lang niet meer nodig. En dan zit je van de week bij Sportza en dan zeg je dit over Timmy Simons. Dat dacht ik wel. Heb je hem? Ja, kijk. Ja. Oh, wat een nagemaakt! Moet Simons mee naar het WK? Ja. Nou, ik ga naar huis. Ja, Rob erop. Ja, ik heb er geen zin in. Jij kan er niks van, joh. Daar ga ik echt niet meer naast zitten. Maar hoe kan dat nou? Je zat trouwens naast Marco de Grijze daar, hè? Ja. Ik begreep dat Materazzi vandaag naar het ziekenhuis moest. Nou, ik weet niet of jullie dat nog hebben. Dat duel wat er nog komt tussen Materazzi en Ibrahimovic. Ja, we hebben het wel, maar ik weet niet of we er nog tijd voor hebben. Dus ik kijk. Daar moet je echt naar kijken. Dat is echt een moordaanslag. Ja? Van Materazzi. Nou, komt-ie aan. Kijk, Ibrahimovic. Ibrahimovic doet het heel goed, want hij beschermt zichzelf. Wat gaat links buiten weet niks bij. Wat krijgt hij geel? Geel. Nou. Hij krijgt geel. Wie? Van Ibrahimovic. Wat een debiel, joh. Ja, en de Materazzi gaat er dus af. En die is gek, die roze, joh. Ja. Hè? Van te sluiten. Ja? Ik vond Sissi niet slecht invallen. Nee. Hé, misschien hou je. Vond jij die slecht invallen? Nee, die liep wel. Die vond ik heel goed invallen. Jij ook, hè? Ja, ik vond hem fantastisch. Die was goed, man. Ik werd daar helemaal gek van. Ik hoorde die commentator van de Eredivisie Live ook toch zeggen, ja, hij kan in één keer zijn aankoopsom alsnog goed maken als hij vanavond de winnende maakt. Ja, dat zei ik ook. Dat zat er niet in. Kijk, let op. Kijk, Luc ook. Waar moest ik ergens aan denken? Ja, aan de buitenkant, hè? Ja. Wat doet hij dan? Ja, let op. Hop. Ja. Ja. En nou kom eigenlijk waar ik aan. Ja, kijk. Oh, jij moest denken. Ik moest denken aan Jiskevet. Moest ik denken aan Jiskevet. Dat die Michiel Romein die boekenzaak inging. En zei, ik zoek een boek met een open eind. Dat vond ik zo mooi. Maar toen dacht ik, dit is een bal met een open eind. Ja. Kijk maar, dan laten we nog. Of niet? Het is een bal met een open eind. Let maar op. Kijk, daar komt hij. Maar hij kijkt het nog om even zo. Ja, van, hij had waarschijnlijk. Kijk. Hop. Ja, dat is. Dit is toch niet goed, toch wel? Er is veel nagepraat, uiteraard. Studio Voetbal, Voetbal International. Hebben jullie, denk ik, gezien of niet gezien of ingehaald? René van der Gijp over jou. Heb je het gezien gisteravond? Nee, ik moest er wel ontzettend op lachen. Je bent aanvoerder, uiteraard. En hem werd gevraagd naar het mooiste beeld van de dag. En toen zei hij het volgende. En weet je wat ik nog het allermooiste vond? No. Het allermooiste. Toen ben ik bijna klaargekomen. No. Toen Dennis Bergkamp met een witte badjas stond te klappen voor Bram van Polen. Heb jij dat ook gezien? Heb ik niet gezien, maar ik heb wel heel veel te horen gekregen. Ik zit nou, wat ik daar tegen jullie zei, Martins Indy, van de week had hij zo, of tegen Cambuur speelde hij zo, weet je wel, op die positie. En Congolo speelde dan iets hoger. Ja, dat was echt een ramp, dat was niet goed. Nee. Want dan lieten ze hem vrij, weet je wel.
Misschien ja, wel. Maar zou jij Congolo op een WK tegen de beste spelers van de wereld... Nou, moet ik ook wel zeggen. Nou, moet ik ook wel zeggen dat. Hij kan niet hoog. Nou, moet ik het ook wel zeggen dat Cambuur vulde het ook wel heel goed in. Ik weet niet of Spanje dat lukt. Ja. Misschien heeft hij ook wel tijdens dit toernooi dat hij bij zichzelf denkt van... mijn god zeg, wat zit het mij mee? Ik denk wel eens dat hij bij zichzelf, weet je, dat hij als hij s'avonds zo ligt... tegen een uur of één in bed met een baarkootje op... dat hij dan zeg maar zo die dekens over hem heen trekt... en dan heel zacht roept... juichen! Weet je wel zo? Ja. Zodat niemand het om... Iedereen zou zich misbruikt voelen... als hij die positie zoals Dirk vandaag moest spelen. Nou, Dirk niet. Nee. Maar dat misschien geeft eraan, misschien hangt misschien Dirk gewoon de hele avond in een SM-huis. En hij vindt het zo. Als die maar misbruikt wordt, dan maakt me geen reet uit. Als je er gewoon realistisch over nadenkt, is het toch eigenlijk wel bizar ook. Hè? Je speelt met Kuyt als linksback. Nou, als je het 6 maanden geleden tegen iemand gezegd had, die had je gewoon opgesloten in een inrichting in Venlo. Je speelt met Verhaag als rechtsback. Ja. Ik wist helemaal niet dat hij nog voetbalde, Verhaag. Nee, het was nieuw voor je. Jij zegt nu net Augsburg. Al 4 jaar, ja. Je speelt met Wijnaldum. Die heb ik het hele jaar niet zien voetballen. Nee, die was geblesseerd. Ik weet niet waar die was. Die zat altijd op de tribune. Ja. Ik denk die is suppoos geworden of zo, daar bij PSV. Nee, maar het is te gek voor woorden. Oei. Maar hoe denk je, dat die Van Gaal... Alleen Robben, als ik die op tv zag, dacht ik, krijg de kaleren, zeg je. Maar Van Persie? Ook niet. Waar was die? Nee, ook suppose. Het is te gek voor woorden. Met zo'n elftal zo ver. Ja, het is te gek voor woorden, echt waar. Maar ik denk dat dat kan. Ja. Nee, maar als je nou moet kiezen, kijk, je bent gewoon trainer, hij weet je wel. Hij stelt straks trainer, jij bent trainer. Dan zit je bij elkaar en dan zeg je, jongens, de Koesman. Nou, en ja, 43 wedstrijden in de Premier League gespeeld. Dat is niet slecht. Wijnaldum, ja, die heeft niet gespeeld. Wie zullen we nemen? Ja. Laten we Wijnaldum nemen, joh. We kunnen ons het schelen. Nee, eigenlijk kan dat toch helemaal niet. Of wel? Nee. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Wel? Nee, maar zoals iedere links- en rechtsbacker de selectie zou eigenlijk naar huis moeten gaan nu. Want ze komen nooit aan bod als Kuyt er is. Het is te gek. Dus Johan, we worden wereldkampioen. Ja. Ja. Spits gesproken, heeft Ajax eigenlijk een nieuwe spits nodig, Wim, om kampioen te worden? Of zeg je, ah, dat lukt ze ook wel. Marlijn Schipper uit Amersfoort vraagt ze dat een beetje af. Nou ja, weet je... Eto'o, hè? Nee, je kan alle clichés erin gooien van Eto'o. Je kan de clichés erin gooien. Ze zijn al 4 jaar kampioen geworden zonder spits. Wat zou er gebeuren als die Eto'o bij de Adelaarshorst uit de bus stapt? Wat zegt hij dan? Ja, dat hij verdwaalt in de Vetkampstraat. Ja, het is wel apart om dat idee voor je ogen te halen. Maar dus jij zegt uitgesloten. 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 Het is wel lekker als je hem bij je hebt uit eten. Je weet altijd, hij betaalt altijd. Ja. 120 miljoen. Ik bedoel, hij zou toch wel zijn creditkaartje elke keer neerleggen. Zou die een goalcard hebben? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, dat snap ik wel. Maar dat moet niet een onderdeel van je beleid zijn. En dat gevoel had ik soms wel eens bij NAC. Ja, die slag willen ze nu zelf maken. Daarvoor ben ik er ook zelf in gestapt. Ik heb dat gezien bij Excelsior en bij Brentford. Dus ik hoop die kennis mee te brengen hier naartoe. Weet je wie er het meeste geld binnenbrengt bij NAC? De bar. De bierproducent. Ja. Er wordt nergens zoveel bier gezopen als bij NAC. Hè? Ja. Zelfs niet in stadions als Ajax, waar 54.000 mensen zitten... wordt er bij NAC nog 8 keer zoveel bier gezopen als bij Ajax. Echt waar, die gaan allemaal lam als een aap tot stadion uit. En ik zou je zeggen, dat is maar beter ook. Lekker zuipen. Maar echt waar, Johan, nee, dat is echt waar. Nee, is waar. En dat wil Dijkhuizen, een nieuwe trainer, die wil dat nou afschaffen. Zouden jij... Nee, maar de leukste vond ik eigenlijk nog die heet hij Job van der Linden? Job van der Linden. Job van der Linden. Dat hij die dwarslesie opliep bij die... Ja, kijk daar. Oh, kijk. Oh. 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 Zo kreeg je zien. Er komen wel wat talenten aan. En ze gaan er eentje kopen. Ik had gisteren gehoord dat jij wat zat te twitteren enzovoort. Er komt een hele grote jongen van AS Roma. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Nee, ze hebben vandaag bezoek gehad van een jongen van 15 jaar... die inmiddels 1,96 is. 1,96? Dat wordt een kanjer. Dat wordt 2,37, laat het mij worden. Ja, nee, dat, 3,20 heb ik gehoord. Ja, jawel. Maar goed, man. 1,96 als je 15 bent. Ik kan nou al niet meer onder de douche. Nee. Ik zit met zijn kop tegen dat ding aan. Ja, inderdaad. Lekker. Ja.
man. Ja. Ja. Jij niet. Nee. 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 Maar die komt vandaag anders mee. Nee. Nee, maar die jongen die is vandaag op bezoek geweest bij PSV. Die komt van AS Roma, die Italiaanse Jeugd International. Hij is wel groot, ja. Hij is echt groot. Ja. Ja. Kijk, dit moeten we hebben, Thijs. Hij is niet meer te stoppen. Ja, maar dat is toch niet eerlijk, dit? Nee, tuurlijk niet. Hij is echt veel te groot. Nee, maar hij speelt op zijn knieën in een thuiswedstrijd. Ja. Lekker, man. Kijk. Ja, maar... Kijk, kijk, kijk. Ja. Thijs, kopen die gozer. Maakt niet uit hoe duur die is. Nee. Maar ik vond over het geheel genomen over 90 minuten Ajax wel de betere ploeg. Ja, jij bent echt... Wat is... Ah! Toch op, man. Het is tijd voor het gilet. Ja, ze erin laten zakken. Ralf van Dijk uit Huizen vraagt zich af of Ajax vrienden type 1-0 mist. Nou, die vond ik ook onderschat. We hebben wat beelden van het afgelopen weekend. En even aan jullie de vraag zo meteen of het nou rood is of niet. Dat is het is een discutabel moment. Nee, 1-0. Dat is puur op de bal dit. Maar het zou... Nee, dit is op de bal. Ja, die speelt nu in België. Ja, hoppa, lekker hoor. Ja. Je kan hem geven, hè? Ja, je kan hem geven als je denkt van... Nou, lekker man. Twijfel kijk, hij zegt bal zat ertussen. Ja, ja. Kijk, let op. Kijk, hoppa! Ja, nou, je kan hem geven. Die missen ze dus ook niet. Nou, maar dit is in Afrika een hele normale sliding, hoor. Ja, dat is waar. Met die Afrika-cup zie je dit gewoon 10 keer op een avond. Dan niet. Ja, dat geloof ik wel. Dat zie je gewoon 10 keer op een avond. En dan gaan we nu vliegen met tackle-kjes dan. Ja. Even naar het moment van Loestig trouwens. Hebben we? We hebben hem. We hebben voor jou toch even gezocht. Hier is hij. Loestig. De zweet Loestig. Jezus. In dienst bij Ja, dit is het. Dit is het. Kijk, de grip. En dan... Oh, jezus. En dan gaat hij daar nog. Kijk. Dit is toch geen gezicht, man? Of wel? Jongen. Nee. Dit is toch geen gezicht, man? Jongen. Het lijkt wel of hij zonder noppen stond. Ah, wat was dat slecht. Nee, maar het was een hele slechte bek. Ja. Oh. Ja. Maar het ziet er niet echt slecht uit, toch? Als je het zo ziet. Oh. Hij heeft ook geen idee wat hij gaat doen, hè? Nee. Ja, hij wil een soort die bal bewaken. Wat was die jongen slecht, zeg. Oh. Ik kan herhalen, dan kan hij nooit op fout gaan. Nee. Ik had Jan Boskamp gisteren. Ja, die had tranen in zijn ogen, vond ik wel zielig. Want ik had achteraf had ik het beter niet kunnen zeggen. Maar ik zeg tegen die Jan, het is wel best wel vervelend voor die Lestien dat hij op links staat zonder een linkerbeen te hebben. Mm. Dat is best... Waarop Jan zei... Ja, maar hij is links. Yes, ja. Ik zei... Oh, dan heb ik niks gezegd. Wat die twee ballen, kom op, man. Ja, nou, maar die dat... moeten toch op goal. Ja, lijkt mij ook inderdaad. Oh, als je links bent, ik denk dat is een verkeerde been. Ja. Klaus liep hem de 25 meter uit. Ja. Maar nu zijn we net begonnen. En gelijk de stelling is Heiko Westerman een miskoop. Ja, hij is een waanzinnige miskoop. Ja, nu al, ja. Ja. Die is nog slechter als Atuba. Ja? Slechter als Atuba. Nee, maar... Ziemling? 100%. Nee, maar... Ziemling? Nog slechter. Nog slechter? Nee, maar Wilfred, ik vind dit wel een serieuze zaak. Want ze hebben Henk Veldmaat aangetrokken van Groningen. Ja. Want die heeft in Groningen zoveel talenten ontdekt. Mm. Het sterft daar van de ex-voetballers in de organisatie... En, Fred Rutte was er laatst heel positief over. Ja, maar Bert van Marwijk zei nu al bij HSV, kon hij er ook al geen race van. Ja. In iets nettere bewoordingen. Maar als je deze jongen koopt, dat is gewoon een brevet van onvermogen, speelt je jezelf op. Want deze jongen is absoluut niet geschikt voor de wijze waarop Bos wil voetballen. Ja, ik begrijp ook niet dat Bos dat toegestaan heeft. Ik zou zeggen dat ze hem dan moeten pakken. Wat zeg je? Rafael van der Vaart zegt, ja, die moet je pakken. Ja, Rafael van der Vaart, maar neem jij die serieus dan? Nee, maar ik zeg alleen maar wat. Die heeft de laatste 5 jaar alleen een bed gepresteerd. Als ik wat zeg over Duitsers, dan hak je hem in tweeën. En nou houd je jezelf in Duitsers af te zeiken. Dat zijn nou net de types waar je het niet aan moet vragen. Nee, je moet de speler van Arsenal huren, die jongen, die spits. Ja, dat is ook dan lekker. Moet je aan Wenger vragen wat hij ervan vindt. Ja. Ja, tuurlijk zegt hij dat het de goede is. Ja. Hij heeft hem zelf gehaald. Maar ze laten zich van alles wijsmaken daar. Maar even tussendoor, want ik vind het wel... Iedereen te luisteren. En er zijn 3 mensen in Nederland, 3, die Feyenoord de titel niet gunnen. Voor de rest, iedereen. Nou, Jacques Zwart.
Juist. En Willy en René van der Kerkhof. Ja. Dat zijn de enige drie die Feyenoord de titel niet gunnen. Voor ja. de rest mag Feyenoord van iedereen de titel winnen. Ook van mij. Ja. Maar laten we nou niet gaan zeggen, ze spelen titelwaardig. En laten we nou niet gaan zeggen, als je zoveel geluk hebt voor je kampioen, als Feyenoord zo blijft spelen, zoals de eerste helft bij Roda, worden ze derde. De velders en voorhoede spelers, die kan ik wel redelijk analyseren. Daar kan ik wel redelijk mijn vinger op leggen of ze er wel of niks van kunnen en of waar ze zouden. Maar achterhoede spelers blijft voor mij toch een moeilijk verhaal, weet je. Want wij, nee, maar dan zit ik te kijken. Hij speelde toevallig voor mijn neus. Daar hebben wij best wel veel kritiek op Viergever. Ja. Ah, Viergever, weet je, dat is te licht voor Ajax. En als linksback nog misschien. Maar dan zit ik naar die linksback van Lyon te kijken. Ja, die kan er dus helemaal niks van. Die rechtsback. Die was nog slechter. Die kan er helemaal niks van. Nee, die Chalet bedoel je, die rechtsback. Ja, die linksback met die kromme pootjes die voor ons liep, dat lilliputtertje. Ja, die kon je wel. Ik zweer het je. Ja. Ik zweer het je, Viergever is vier klassen beter. Maar na de rust hadden we die kale, die kon er ook niks van. Nee, die Chalet inderdaad, zelfs Nelon is beter als de linksback van Lyon. Nou, niet overdrijven. jawel. Nee, maar dan ga je inderdaad je eigen spelers waarderen. Maar dit zijn die momenten. Ja, die momenten dat hij al die ballen naar dat lilliputtertje schiet, dat slaat er ook helemaal nergens op. Nee, maar ook van die rare kromme beentjes, hè? Ja, die van die benen. Ja. Die kan nog wel voetballen. Maar dat linksbackie, Johan, die kon er echt niks van. Als je die mee laat doen bij Nunspeet, dan halen ze hem een half uur van het veld af. Ken jij hem? Nee, ik heb hem. Maar wat ik wou zeggen, dan vond ik die Riedewald en Tete vond ik echt heel goed. Ja, dat is in. Nou, dat gaat niet altijd op, want volgens mij doet de trainer van Duitsland het zeer goed. En die is ook op clubniveau is die eigenlijk nooit echt doorgebroken. Maar bij de bond waren ze zeer tevreden over hem op de achtergrond. En toen hebben ze hem naar voren geschoven. En die zitten nu al 6-7 jaar en heeft Passelo weer verlengd. Maar er zit een visie achter, er zit een idee achter. Die kan ook met zijn rug naar het veld gaan zitten. Jawel, maar dat zal hij toch ook zelf... Alle Jezus, ja, nee, maar... die hebben een middenveld. Gundogan, Kroos, Özil, Royce. Maar nou, dan ging ik de hele tijd zo naar zitten kijken. Zo, als ik daar bondscoach was, schijt toch uit, man. Ja, maar daar maar daar kan toch iedereen... Kom op! Dat was Lyon met een aftrap. Vond je die ook weer... Hoogstandje? Ja? Hou je van, hè? Dat was een hele goede hoogstandje. Ja, maar deze zat wel een bedoeling achter. Wat was het idee volgens jou dan? Die willen bij de cornervlag beginnen. Dan de bal heel ver weg en dan hebben ze even de tijd om alles vast te zetten. Okay. En dan kan de wedstrijd beginnen. Ja. Dit doen ze bewust. Okay. Ja, het ziet er niet echt sprankelend uit, hè? Nee. Ik denk als je het... Ik denk, even serieus. Ja? Wat denk jij als je als trainer dit aan Iniesta vraagt? Ja. Wat hij zegt? En met vraag, ja. Nee, doe ik niet. Nee. Denk jij van wel? Denk jij dat hij dat doet? Wat is dit? Ik deed bij Barcelona niet, maar we hebben met Heerenveen in Europa League ook een keer gehad tegen een Franse ploeg. En die deed bewust echt bij de cornervlag de bal eruit schieten, vastzetten. Er kwam een corner uit en meteen gevaar voor. Jij denkt dat die Xavi of Busquets dit doen? Nee, dat denk ik niet. Die is toch niet gek? Heb jij het wel eens overwogen om dit te doen of niet? Nee. En waarom ik vond niet? Wel een vondst. Ik kijk mogen ook uit. Nou, ik vind het niet zo gek. Kijk, het ziet... Het ziet er lullig uit. Heel slecht dit. Nee, het ziet toch heel slecht. Nee, het ziet er lullig uit. Maar Ajax die loopt helemaal naar achteren en zij zetten iedereen vast en ze staan in positie. Klaar. Jij zegt Feyenoord dit weekend gewoon zo aftrappen. Nee, Heracles, nee. Balletje maar naar voren. Het schijnt. Kijk, Jan heeft het ook in Frankrijk meegemaakt, dus het schijnt een Franse trend te zijn dit. Maar ja. Je kunt het wel met voorbeelden staven waarom ze het doen. Ja. Ja. Je moet het als trainer maar voorslaan, dit. Nou ja, voorstellen het is heel serieus geweest. Ik denk, als ik zo naar Gert-Jan zit te kijken, dat hij het over gaat overwegen. Ja, nee, ik zie die blik van jou. Nee, maar is wel, of, die Manolev is wel een gevaarlijke jongen, want het is wel de topscorer van Bulgarije. Dus laten we wel oppassen. Wat zeg je nou? Nee, toch? Met hoeveel goals dan? Ja, hij is topscorer van Bulgarije. Met hoeveel goals? 4 goals. Eentje ook nog tegen Nederland. Dus in de gaten houden die gozer. Ja, 4 goals. Ja. En je bent topscorer van Bulgarije, ja, man. Maar het is van Belgaars elftal. Ja, dat snap ik. Dat nog. Ja. Is niet verkeerd natuurlijk allemaal. Art van Peppe, haalt hij weer zijn oude niveau, willen veel mensen weten. Paul Verbeek het Harderwijk. Nee, Art van Peppe is iedere week is gewoon een soort van SM voor beginnelingen. Oh. Omdat ze hebben Art van Peppe nu ook nog aanvoerder gemaakt. Ja. Hè? Dus Art van Peppe die krijgt iedere wedstrijd de vraag na afloop... Art, waar ging het fout? En eigenlijk moet Art dan zeggen, bij mij. Ja. Dat iedere keer. Ja. Omdat het gaat nog alles fout bij Art, weet je wel. Ja, hoor. Ik stond zaterdag op dat gala toch in Rotterdam. Ik weet het niet, maar geloof ik. Ja, op een gala. Gala. En ik wil net weggaan, dan komt de gozer naar me toe, die geeft me een hand. Hij zegt,
Ik ben Art van Peppen. Hij zegt, ik weet donders goed dat het satire is, hoor. Ja? Ik zeg, nou, daar zou ik in jouw plaats niet van uitgaan. Daar moet ik wel heel erg om lachen. Art van Peppen. Ajax. Dat is van achteruit. Ja, maar dat is een voetballer, maar dat is er nou niet meer. Zou het nou zo zijn? Ik geloof het zomaar, hoor. Want hij heeft in de Europa League echt goed gespeeld, hè? Wie? Dat er iemand 15 of 16 miljoen voor Younes geboden had. Nou, ik had gezegd, tot de laatste zijn jullie er nog. Ja. Dan had ik hem voor 12 er nog gebracht. Ja, maar ik snap het ook niet. Maar ik bedoel, want die kreeg hetzelfde probleem is weer. Hij scoort bijna niet. Nee, maar het is een leuk zaalvoetballetje. Ja, Johan, hij heeft 3-4 goede wedstrijden gespeeld. Tegen Schalke was hij top. Nou, daarom mocht hij een keer meedoen in Duitsland. Ja, natuurlijk. Maar hadden ze het heel snel met hem gezien. Hè? Ja, ja. Ten Hag die heeft gezegd, het was niet het proces van Utrecht. Ten Hag was met een proces bezig. Zijn proces, proces. We zitten er nog middenin. En hij stapt zo uit het proces. We zitten midden in het proces. Ja, maar vergis je niet. Het proces gaat nog wel even duren. We zijn nog een paar maanden mee bezig. Ja. Tot Ajax belde en we waren gelijk uit het proces. Ja, het proces was voorbij, ja. Het proces was direct afgelopen. Ja. Natuurlijk nee, maar... op die boekuitreiking van Rob Jansen... Ja. Er waren natuurlijk heel veel mensen... Eigenlijk 90% was uit de voetballerij. Nou, dan kom je al snel over voetballen, weet je, voetballen. Maar weet je dat ik de hele avond gek werd van Frenkie de Jong? Dat ze zeiden tegen mij... Die is goed. Ben je wel een goede speler? Ja. Frenkie de Jong. Die moet je halen. Dan weet je niet wat je meemaakt. Alles naar voren. Altijd gelijk de eerste paas. Gelijk naar voren kijken. Nooit kijken. Hups, krijg gelijk het... Zit er een te slaan of zo'n ding? Hij sluit af. Die is gek, die gozer. Ja. Maar luikjes te maken. Ik zou jou zeggen... Ja? Ik stond aan de bar op een gegeven moment. Ik denk, ik ga even uit het gewoel weg. Ja. Tik die Van der Struim op mijn rug. Hij zegt, heb jij die Frenkie de Jong een keer spelen? Ik zeg, nee. Hij zegt, moet je keer kijken. Dat is waanzinnig. Echt waar? Ik loop naar die andere bar. Ik denk, nou ben ik er vanaf. Bergkamp. Hoe is die Gijp? Ik zeg, goed. Heb jij die Frenkie de Jong een keer spelen? Ik zeg, nee. Hij zegt, moet je doen. Toen ben ik naar buiten gegaan, mijn sigaretje er ook. Ik denk, nou, nu is het even klaar. Ja. Maar ik heb er slapeloze nachten van gehad. Dus... Ik heb werkelijk gedroomd. Dat ik hem tegenkwam, Frenkie de Jong. Echt gedroomd? En, ja, en dat ik daarna nog met zijn zus uit geweest ben, Angela de Jong. Die heb ik uit elkaar getrokken en dat vond die familie. Die familie vond dat vreselijk. En ik werd badend in het zweet wakker. Maar dan denk ik, jongens, verdomme. Als we nou allemaal ervan overtuigd zijn... dat het grootste talent met afstand van Nederland is. Laat spelen! Ik toch een beetje over aparte dingen. Ik zeg Lars Unnerstall, Timon Wellenreuter... Mark Birigiti. Tweede Wereldoorlog. Dat waren toch... Dat zijn toch de drie van Bedra. Wie zei dat? Den Haag is niet een jongen die als een soort voetbalonbenul in het leven staat. Die denkt er echt over na. Ja. En wat als hij niet het idee heeft dat een wissel... een betere Ajax gaat opleveren, dan wist hij die niet. Want die mensen op de bank zitten er niet... omdat ze de beste spelers van de selectie zijn, natuurlijk. Je moet niet vergeten dat ze zitten daar ook... Je moet niet vergeten dat ze zitten daar gewoon nog aan het begin van het proces. Hè? Ja, dat is wel zo, ja. En aan het begin van het proces moet je zo weinig mogelijk wisselen. Ja. Dan moet je gewoon een vast helftal... Pas als je dadelijk iets verder in het proces bent. Maar Erik, iets van opportunisme, had dat misschien gewerkt? Nou, aan het begin van het proces werkt dat soort dingen niet. Okay. Ja. Nee, dat is nog net iets beter als Neymar en zijn vrienden. Hoewel die MPB de 38 km per uur aangetikt heb, hè? Ja? Die hou je met de brommen niet meer bij. Die ging sneller als Bolt op de 100 meter. Nee. Een stukje. Echt waar? Hij tikte de 38 km per uur aan bij een sprint. Echt waar? Hij ging langs een paar mensen. Toen hebben ze gemeten dat hij de 38 km per uur aantikte. Die Bolt... niet aantikte tijdens de 100 meter die hij won. Dan heeft hij net als die wielrenner zijn motortje. Motortje? Dat is ook bizar. Ja, zonder sneeuwkettingen gewoon gaan. Ja. Ook goed, toch? Ja, dat is goed in het moed. Ja. 38! Lekker, man. Ja, ik ga binnenkort terug naar Israël, toch? Begrijp ik ook. Ik ga terug. Er is een toernooitje van Theresienstad. Dat is het oude concentratiekamp. En die mensen die organiseren nu toernooitjes met allemaal die ploegen. Vroeger, zeg maar, vroeger. Die mensen speelden ook voetbal in die kampen. Ja. En al die kinderen, de Arabische kinderen, uit Jordaan, Egypte, noem maar op. Die gaan dus 14 of zo, 16 december, spelen ze een toernooitje. Met de namen van die ploegen die in het kamp speelden. Oké, okay. En daar wil je graag bij zijn? Nee, dat wil ik zien, ja. Ja.
Nou, ik kan me dat voorstellen. Nee, dat is ongelooflijk. Ja. Om te kijken of er wat tussen loopt? Nee. Er kan dus over een talentje tussen lopen, of niet? Je bent echt geklaard. Ik ga nog wat opvallen dit weekend. Nou, ik zou je zeggen, Wilfred. Kijk, ik weet zelf ook wel dat ik met Manolev te ver gegaan ben. Ja. Dat weet ik zelf ook wel. Je hebt er nog steeds last van, hè? Nou, nee, maar ik heb dat een beetje lang doorgevoerd. En die jongen kreeg er op een gegeven moment echt wel behoorlijk veel last van. Dat had ik niet moeten doen, weet je wel. Ik had gewoon dat bij 1 of 2 of 3 keer moeten laten. Maar er is wel een soort gat gevallen nu natuurlijk zeg maar in het programma. Maar dan zou je zeggen, ik wil ook geen nieuwe Manolev of zo, weet je. Maar er zijn er een paar. Ja, er zijn er wel 2 die echt aan het solliciteren zijn. Wel, weet je? Ja, ja. En je moet mij ook niet... uitdagen is je goed. Moet me niet uitdagen, nee. Want anders ga ik beginnen aan een nieuw item. En dat zijn de avonturen van Dijks en Dix. Ja? Bij jullie, dat is lekker. Dat jij hier de supporter uit ziet. En de meeste supporters van Feyenoord, kan ik jou verzekeren... Die hebben bitter weinig verstand van voetbal. Ik heb er ook één thuis zitten. Ja? Maar die is ook wel op. Dan zegt hij weer Malaysia is bekeken door Liverpool gisteren. Ja, rot op alsjeblieft, idioot. Ja. Hij heeft wel gelijk. Ja, pleur toch op. Ja, natuurlijk. Ja. Man, kijk je zelf. Ja. Waar geen ruimte is, proberen ze een meerderheid te maken door het midden. Hij heeft gezegd, oké, ik moet een oplossing vinden dat ik mijn middenveld met Ziyech, met Schöne en met Klaassen intact houd. Anders word ik overlopen door iedereen. En dat is zijn basis geworden van zijn succes. Maar Aad, drink jij? Nee, serieus, drink jij? Af en toe. Ja, Aadje lust ook wel. Ik drink best wel af en toe. Wij zijn toch op Ibiza geweest? Je hebt mij toch gezien in Ibiza, of niet? Ik drink best wel af en toe veel. Maar... Ik kwam aan op oudjes. Dan gaan wij veel drinken. Ja. En maar echt veel. Dan worden wij allebei trainer van Manchester City. Met dat elftal wat ze nu hebben. Ja. Met een linksback van 50 miljoen gekocht om op de bank te zitten. Hè? Ja. Omdat als Mandy, stel je voor wat met Mandy gebeurt. En dan gaan wij daar zitten. En weet je wat wij dan worden? Kampioen van Engeland. Juist. Om naar te kijken. Maar niet om deel van uit te maken. Met dat snorretje. Ja, snorretje. Ja. Loestig. Ja. Maar die is slecht. Hè. Ja, maar ze hebben het gehaald. Echt slecht. Hè. Al jaren. Ik zie hem daar ook weer. Moet je even nog een keer kijken, ja? Hij doet ook nog even schoppen. Schoppen naar dat ding. Let op. Die is heen. Nee, kijk, daar komt hij. Kijk. En dan gaat hij dadelijk. Let op, hè. Wat hij nu doet dadelijk. Kijk dan. Kijk. Nou ja. Ja, die is gek. Die is echt gek. Dat is niet goed, dit. Die gozer is helemaal gek, die Loestig. Maar zo voetbalt hij ook. Die kan er geen reet van. Maar het is, bij Celtic speelt hij. Het is eigenlijk een soort belediging voor een groot toernooi dat hij dan mag spelen. Ja, ja. Ik denk, net zoiets als Gert-Jan, denk ik. Ongeveer hetzelfde. Ik heb het middenveld iets versterkt. Dus ik speel met z'n 12. Ja. Maar dat geef ik wel van tevoren door. Dat ze daar rekening mee kunnen houden. Nee, maar ik sluit niet uit dat de Fransen daar begrip voor hebben. Ja, joh. Ja, joh. Ja. Kan die Fransen dat herstellen, joh? Winnen ze nog niet, hoor. Nee, natuurlijk niet. Hebben hem aanvoerder gemaakt. En wat denkt Bonucci nu? Ja, ik kan voetballen. Ik kan voetballen. Ja, dat moet je nooit denken. Ik kan voetballen. Ja. En die gaat dat toch op een gegeven moment exploiteren. Ja. En dit is het resultaat. Is weer, let op. Nou zeg, hey, kijk eens. Ik kan me herinneren dat we met Haarlem tegen Feyenoord moesten spelen. En ik was geblesseerd geraakt zondags. Gewoon een week verzwegen met een spierblessure. Omdat je in de Kuip wilde spelen. In de Kuip wou je erbij zijn. Dat begrijp ik. Nou, maar Johan, waar zij het over hadden, Diekman Stadion de Meer. Dat is toch geen vergelijk met de Kuip? Nee, dat is overdreven. Al 30 jaar vraag je iedereen, wat is het mooiste stadion waar je in kan spelen, de Kuip? Ja, nee, maar het is wel een beetje een nostalgisch geleuter. Want bijvoorbeeld in Groningen, het Oosterparkstadion, was ook zo'n stadion waar voetballers graag speelden. Wat lul je nou? Dat was echt... Nou ja. Nee, joh. Jawel, man. Bij Groningen, dat teringeind met de bus, schijt eruit, man. Nee, kutstadion. Nee, dat was een uitstekend stadion. Nee, joh, dat was een kutstadion, man. Dat was een Engels stadion. Oosterpark? Ja, dat was een prima stadion. Ja, jouw tijd.
bondscoach? Maar er moest een bondscoach weg. Danny Blind. Die deed het niet goed meer. Er moest een nieuwe bondscoach komen. Die het realistischer. Wat zegt Ruud Gullit altijd als hij in al die programma's zit en toch wat zegt? Dan zegt hij al, we moeten realistisch voetballen. Ja. Hè? Ja. Weinig ruimte. Ja, nou ja, hij, in ieder geval, hij zei het tegen mij toen we vakantie waren. Hij zegt, weet je, wat je vaker zou moeten doen? De tegenstander de bal geven. Nou, dat is wel gelukt. Ja. De bal gehad. Ja, maar deze tegenstander gaf hem niet meer terug. Nee. Die gaf hem niet terug. Nee. Stelletje klerenlaaien. Nee, niet meer. En Fox is mijn beste vriend. Ja. Nou, heb ik wel het idee, ik weet het niet hoor, maar dat denk ik dan, weet je, dat de meeste supporters van Emmen komen uit de regio Emmen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat er veel uit Amsterdam naar Emmen rijden. Denk jij ook niet? Dat doe ik niet voor je plezier. Nee, ik maar ook niet. Ik ook niet. Dat je zo'n tering hekel aan voetbal hebt dat je tegen je vrouw zegt, we gaan naar Emmen. Nee, maar wat? Ik heb die warming-up van de Ajax gezien. Ja? Nou, als ik vroeger die warming-up mee had gedaan... Dan was je klaar geweest. Dan had ik gewoon gaan douchen en in de bus gaan. Ja. En dan had ik gezegd, ik ben klaar. Ja. En dan had ik me ook nog even laten masseren. Ja. Is er ooit wel eens iemand met kramp uitgevallen in de warming-up? Is dat wel eens gebeurd? Dat nog niet. Ik wist niet wat ik zag. Dat was echt... Heen en weer rennen. Ja, topsport was het gewoon, toen al. Ik kan me nog herinneren dat we bij PSV een beetje liepen te lummelen. 5-2, een beetje rommelen. En dan op het eind deden we 1 sprintje. Zo. En dan een halve terug. Ja. Maar deze doen er gewoon 30. Dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Die hebben ook... Gewoon, ik hoorde achteraf van... Gewoon eigen schoenen ook voor de warming-up schoenen. Warming-up schoenen? Ja. Die dingen zijn na 5 warming-ups versleten. Nee, joh, ik wist echt serieus. Ik weet niet wat ik zag. Ik heb een stijgende verbazing ernaar zitten kijken. Ja, maar die jongens zijn topfit. Tuurlijk, nou ja. Heb je het gezien? Ja, tuurlijk. Kijk, en die, ja. George Weah, hebben we het over. Absurd. Ja. Ja. Hij speelt gewoon nog een Interland. Ja, maar ook gewoon 80 minuten. 51 jaar. Ja. En aanvoerder. En aanvoerder. En niemand in die kleedkamer die zei... Niet doen. Niet doen. Hij is inmiddels president van Liberia. Ja, hij is minister-president van Liberia, ja. Hij kon wel verschrikkelijk goed voetballen. Hij kon waanzinnig voetballen, maar nu... Kijk hem lopen. Hij is al dikker als Vets Domino. Nee, dat is toch niet... Kijk. Hier, let op. Ja! Ja. En dat publiek lachte hem dus niet toe, hè? Nee. Die lachte hem uit. Ja, nu komt er een slijding nog. Wacht even, hoor. Ja, ja. Oh. Ja, maar jongens, kom. Okay, maar nu de slijding, nog even de slijding, daar komt-ie. Hey, maar dit is een echte Interland. Ja. Want het was een vriendschappelijke wedstrijd. Nigeria, het hele Nigeria. Het was een vriendschappelijke wedstrijd. 80 minuten spelen, Jan. Ja, ja, maar niemand durfde hem te wisselen natuurlijk. Nee, zijn zoon kan voetballen, die zit bij Paris Saint-Germain, volgens mij, toch? Ja. Alleen, hoe is het mogelijk dat je denkt, van de man moet toch zelf ook bij zichzelf denken? Dit kan niet, maar... Nee, vooral als hij 's ochtends voor de spiegel staat. Ja. Dan moet je toch denken, joh, dat moet ik niet meer doen, weet je wel. Kijk, als ik nog eens iets doe, ga ik lekker bij McDonald's zitten of zo. Ja, maar de bondscoach is er ook niet goed bij zijn hoofd, die hem opstelt. Nee. Dan zeg je toch aan dit soort... Opstelt, hij is president van het land. Jawel, dus jawel. Maar je kunt toch als bondscoach zeggen, zeg maar, deze onzin doe ik niet mee. Kom op, zeg. Er staat een speler waarschijnlijk die als prof in het buitenland speelt, wissel. Ja. Ja. Maar wat zou je zegt, laten we even de beelden terugkijken samen. Dat je zegt, even samen gaan zitten, de monitor erbij en even analyseren. Ja. En dan met zo'n trainer. En die zegt dan, kijk eens, wat vind je hiervan? Ja, die. Maar weet je wat nou nog het ergste is? Hij heeft ook niet na afloop gezegd dat het zijn laatste wedstrijd was, hè? Nee. Dus waarschijnlijk gaat het... Kijk. Ja. Hij wordt gewisseld dadelijk, zie je nog de tering erin ook. Hè? Dat trucje loopt. Ja. Dit is toch goed, dit, joh? Ja, het is echt ongelooflijk, dit. Maar stel je voor... Dat was eigenlijk zijn afscheiddag. Stel je voor Mark Rutte wil dit. Ja. Maar zou hij dan kiezen voor voetbal of korfbal? Wat zou hij voor kiezen, denk jij? Nee, korfbal is met meisjes, dat doet hij niet. Oké. Ja. Ja, en het is, weet je... Ik ga geen oproep doen op tv. Is dit het moment van de naaier? Wat was het? Was het dan wel of niet de penalty? Ja, zwaar niet. Hij ging er zelf op staan, volgens mij. Suarez, hè? Ja. Kijk hier. Maar gaat hij er nog zelf op staan? Ja, natuurlijk. Nee. Ja. Maar die daarna, je geeft wel de gelegenheid om het te kunnen doen. Want het leek wel een beetje... Ja, je weet, hij wacht altijd op. Oh. Ah. Maar het leek er heel even op als Lyon terugkwam in de wedstrijd. Even, ja, ook het is 2-0. Dat is er geen van... Ja, je kan het de Ajax-supporters niet aandoen, hè, Wilfred. Maar ben jij nou niet met mij eens dat deze twee jongens... zowel Ronaldo als Messi...
die zijn zo ver boven de rest uitgestegen. Die staan op zo'n eenzame hoogte. Die hebben ons de afgelopen 12 jaar zoveel gegeven. Niet uitfluiten. Nee. Niet maar je bent bang dat ze dat gaan doen in Amsterdam? Ja, tuurlijk. Maar niet doen. Nee. Niet uitfluiten. Niet, maar... Je hoeft niet te klappen ook. Maar gaat dat nou niet uitfluiten? Ja, zet. Kom op, man. Wat? Als die Malaysia naar Van Beek gaat spelen... en Van Beek naar Bottegien... en Bottegien speelt hem dan door naar die Martina... Ja. En die speelt hem naar de keeper. De keeper speelt hem naar Bottegien. Ja. Bottegien denkt, weet je wat, ik speel hem naar... Malaysia. Malaysia. Ja. Kan mij het schelen. Ja. En Malaysia denkt, ja, ik ga hem niet vooruit spelen. Nee. Ik speel hem lekker naar Van Beek. Ja. En Van Beek speelt hem weer naar Bottegien. Ja. Ik denk, waarom zou ik hem niet naar de keeper geven? Ja, ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Ja. Ja. Siloy en Boeven, bij wijze van spreken, die hebben toch nooit een functie gehad... dat ze die jongen, die linksback, heb 70... deze. Aurier laten we zien. Die vonden helemaal niks van. Ongelooflijk, ja. Die hebben ze bij Paris Saint-Germain gekocht. Kijk, hij zwaait nog ook. Ik zag hem wel aankomen. Ja. Jezus Christus, wat was die slecht, zeg. Kijk, daar gaat hij weer. Holé! Ja, maar... Ja, maar die vielen miljoenen, man. Die kon dus 70 keer aan de bal, zijn rozen. Ronaldo en die Dybala gezet werd... Helemaal niet. Die deed helemaal niks. Nee, want heb je die rechtsback ook gezien van Juventus? Hoe vond je die rechtsback? Was slecht, hè, Jan? Nee, ik dacht dat ik in die andere partij. Maar dat is een international. Dat is international. Ja, ja, ja. Voor 12 miljoen gehaald 2 jaar geleden. Ik ben er nu eigenlijk wel uit. Bij AC Milan. Ik ben eigenlijk wel uit dat de rechtsbacks altijd wel de slechtste spelers van het elftal zijn. Ja, maar dit ding is wel nu linksback van de week. Kijk, daar komt hij. Ja, maar die kan helemaal niks van Jan deze. Oh, deze gaat niet goed. Ja, jij zei, hij kon echt überhaupt niks, hè? Hij kon helemaal niks van. Hij werd ook gewisseld, hè? Hij kon nog geen eens ingooien. Nee. Kijk, nou, dat ging ook niet. Dit was echt heel erg. Dit was echt heel erg. Ja, ja, ik zweer het je. Jan. Hij is ook international. Maar ik dacht... Maar het is gewoon een international, ja, 100%. Nee, maar eigenlijk zijn de rechtsbacks het allerslechtst. Nog slechter dan de linksbacks. Nou, de linksbacks hebben met... Weet, heb je een soort Mandy en... die ja, hebben nog wel iets die hebben een goede trap vaak wel. Kijk, er zit er een. Nou, die en die zijn grillig en onvoorspelbaar. Ja, 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 maar die moeten ze niet te dicht bij een trap brengen. Maar hun willen, die rechtsback hiervoor... Lichtensteiner. Oh, ja, die kon er ook helemaal niks van. Nee, ja, dat was heel erg. Die was ook heel erg. Ja. Ja, en die bij Celtic speelt met die snor... Daar moet ik even over nadenken. Ja, maar... Die is ook zo slecht. Die is zweet, bedoel je? Lustig, ja. Die is ook heel slecht, hè? Ja, die is ook heel slecht, hè? Ja, toch? Maar, die favoriet van jou van verleden week, die speelde nou linksweg. Zondag komt Ajax naar de Kuip. Oh ja, ook nog natuurlijk. Ja, dan heb je Frenkie de Jong, 86 miljoen, inclusief die bonussen. Ja, heeft hij die is niet alleen meer waard dan heel het elftal van Feyenoord. Bijna dan heel Feyenoord. Ja. En kijk, en daar moet de club natuurlijk ook wel aan gaan werken. Jeugdige spelers moeten het speerpunt worden in het beleid. Nou, die moet je gaan ontwikkelen, die moet je doorverkopen. Maar als je nu de waarde ziet van Feyenoord, van spelers die ze toch... Waar zit Feyenoord het elftal nu op ongeveer, wat denk je? Wat is het waard in totaal nu? Nou, misschien 20 of zo. 20? Ah, wat? Wat? Dat is lekker uit, joh. Ja, maar Jan, hoeveel dan? Jan, ja. Nou, wie dan? Ga lekker, ja, ga lekker dan terug, jij. Rot op. Ja. Ja, maar er is dat voor iets, joh. Jij hebt er maar 3. Die zijn goed. Je hebt maar appel, jongens. Rustig. Toch 20 miljoen. 20 miljoen. Toch zeker 22. Nou, ik vind 20 miljoen dat hij... Ik vind dat hij nog behoorlijk hoog zit. Zeg, hoe was je wedstrijd van de week, Sede? Hé! Hey. Ah, die is gek, joh. Martijn, donderstralen. Ja, pleur even lekker op, zeg. Je hebt maar gescoord, joh. Hé, Jan. Jan. Hé, joh, rot op, joh. Hé, hé. Zit er bij je met Jan zijn voeten te spelen? Ja, ja. Dat is niet goed. 20 miljoen. Ja, maar Jan, wat is Jurkensen nou nog waard dan? Ja, kon die, 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 hadden we, die kon hem alleen verkopen verleden jaar. Heb je nou niet gedaan? Hij heeft toch gezegd, je moet blijven zijn. Natuurlijk Nee, ik heb hem net verkopen. Je hebt natuurlijk Jurkensen, Berghuis en Larsen. De rest niet. Ja, tuurlijk. Als je speler van 5 miljoen moet dan winnen. Oude reus, ik zit gisteren naar die houten Klaas bij Ajax te kijken. Die gaat er niet kopen. Die gaat er niet uit Argentinië halen. Niet? Oh, die Magalan. Ja, Magajan. Ah, koop lekker die Magajan, hoorde koop lekker die kickpiri, man. Ja, die Christensen wel goed, nee? Ja, die speelt ook die lekker. Ik kan er ook geen reet van. Maar zo'n houten Klaas uit Argentinië, als je dat niet in je jeugd hebt lopen. Nee, dat was niet best, inderdaad. Voorstopper, man. 10 miljoen voor. Ja, daar zijn ze ook een jaar mee bezig geweest. Van Bronckhorst zei trouwens vanmiddag op de persconferentie... ik wilde ook niet wachten tot na Ajax. Ik wilde het nu gewoon vertellen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij dacht... ik kan het nu beter vertellen, toch? Dan dat ik het naar Ajax ga vertellen. Want dan gaan mensen verloren van PEC. Verloren waarschijnlijk, ik ben lullig doen, maar kans is aanwezig, toch? Wat? Dat je verliest zondag? Dat kan. Dat kan.
Toch? Ja. Nee, dat kan toch? Je speelt wel tegen een club met een minimale waarde van 400 miljoen. Ja. En weet je wat jullie zijn? 20 miljoen. 20 miljoen. Ja. Dat is niet te winnen zondag, Jan. Ben je er weer zitten? Kloos uit maar het NB. Ik zal het even snel te rekenen. Dat is niet te winnen zondag, hè? Nee, PSV dachten we ook niet. We vreten ze godverdomme op een zondag. Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk. Ja. Dat was Jaap Stam, René. Ja. Alles wijst erop en lijkt erop dat hij uitstekend bij die club past. Heb jij dat ook? Nou ja, kijk, ik moet jou wel heel eerlijk zeggen. Dat is, dit is wel typisch Feyenoord, hè. Ik heb er een thuis die de hele dag met zijn shirt aanloopt. En 3 weken geleden was het helemaal kut. Ja, je zoon Nicky. Toen verleden week werd het al iets beter, want Kelly was gekocht. Ik zei, ja, wie is dat dan? Hij zei, ja, nee, die speelt alles vooruit. Ik zei, nou, prima. Verleden week werd het nog beter, omdat Jaap Stam heel hard ging trainen, zei hij. Ook 's ochtends om 8 uur. Maakt geen flikker uit, maar in hun ogen is dat heel professioneel. Ja. En ja, nu zitten we in een fase dat hij in de titel gelooft. En dat is gevaarlijk. Ja. Ja. Maar Messi die speelt echt op een kleine ruimte. Dus die heeft veel minder energie voor zijn assistent. Die komt ook heel relaxed binnen. Dat had je René van de week nog over. Ja. Dan zie je die jongens binnenkomen. En denk je, nou, die hebben waarschijnlijk een wedstrijdje of zo. De ene met een pet op, de andere met een mutsje op. Die heeft weer een spijkerbroekje. Kortje spijkerbroekje. Een starbroekbekertje. Ja, die mogen gewoon binnenkomen hoe ze willen. Maakt er geen kloot uit, hè? Clubkostuum doen we niet aan, hè? Plekken, nee. Nee. Het is, wat gaan we doen vanavond? Welke wedstrijd? Tegen wie spelen wij? Ja, ja, ja. Dat is het één binnenkomt die zegt tegen wie is het vanavond. Ja, ja, maar die gaan toch gewoon naar hun werk? Ja, nee, maar die... Nee, maar die ik denk, die, dat zijn wel gasten die gewoon 's ochtends getraind hebben en 's middags naar huis mogen. Ja. En die trainen zich, joh, eet maar nee, lekker thuis. In Barcelona hadden ze nooit trainingskampen, wat die Italianen dus heel erg hebben. Hebben wij het over die spelers van Feyenoord die niet door scouts beoordeeld zijn? Maar zouden de scouts van PSV wel naar die Mitroglou wezen kijken? Die begon waar zouden ze die bekeken? Ja, die begon veelbelovend toen hij een paar keer inviel. Maar ja, hij begon met één goede actie en daar bleef het bij. Ja, dat is sindsdien... Hoe vaak zouden ze die bekeken hebben, denk jij? Nou, nou, die heeft aandelen in de groepspraktijk van tandarts. Ja, daar heeft hij nu aandelen in, ja. Totale onzin dat die Engelse trainers dat zootje naar Nederland gaan. Ja, niet, ze hebben ook die Sam Stubbs gehaald, hè? Die komt uit Schotland. Ja, ik ben altijd bang dat het gaat regenen als hij speelt, want die ballen gaan zo hoog. Ja, maar hier, we hebben wat beelden van hem uit de Schotse competitie, waar hij toch echt indruk heeft gemaakt, Sam Stubbs. En het is goed dat Pardew die jongen dat ook heeft gezien, want zulke mannen moet je erbij hebben natuurlijk. Dat zijn lekkere voetballers. Oh. Ja. Is niet eens het zo-moment dit, hè, van Bavaria? Ja, gewoon... dit is voor mij het zo-moment. Ja. Nog één keer, Sammy. Ja, Sammy. Hij keek wel naar de mensen voor. Maar... Ja, maar hij wilde een geweldige paas geven. Kijk, hop! En dat je dan ook nog zo vol erbij. Ja. Maar hij geeft alleen maar dat soort lange halen goud thuis. Hè. Ja, maar daarna was Pardew overtuigd. Dat wij weten dondersgoed dat om een Van Baumgartel aan Rosario te geven... heeft totaal geen zin. Nee. En verleden jaar hadden ze nog die De Jong. Dan gingen ze maar gewoon, oké, hup. Lange bal. Lange bal op De Jong. En dan begonnen ze daar te voetballen. En we sluiten aan. Ja. Maar als dat nou werkt... dan had je beter nu ook weer een lange gozer kunnen kopen. Maar ja, dan kopen ze voor godverdomme die Griek. Die heeft zijn laatste goede wedstrijd gespeeld bij Benfica. Was nog zwart-wit tv. Dat kan toch ook niet? Nee. Maar ook weer een lachwekkende aankoop. Ja, wie zou die gescout hebben? Ja. In de eerste wedstrijd dacht je dat hij ook nog wel iets kon. Ja, die heeft ooit kunnen voetballen. Ja, ja. Maar dat is een gozer, die is gescout. En die scout komt terug, die zegt, die kan er helemaal niks van. Maar we kunnen toch een keer proberen. Nee. Hé Jan, je weet het nooit. Daarom moeten ze misschien bij PSV wel blij zijn... dat die linksback van AC Milan naar Turkije gaat. Want dat was weer een fiasco geworden. Ja, maar Johan... Als je nou zo'n foto van die Mitroglou ziet... hoe oud zou je hem schatten als je hem zo tegen zou komen op straat? Nou ja, als die in de... Nou, ik zou in ieder geval een straatje omgaan. Huh? Ja, het is een prima gozer voor je in een Grieks restaurant. Ja. Om nog even om 1 uur of 10 lekker met die gitaar binnen te komen. Ja, toch, Jan? Ja, genieten. Die dingen hebben Koe gereden. Je ziet ook nog op een gegeven moment dat hij dus wegdraait bij die Phil Jones. Misschien kunnen we... Laat nog één keer kijken. Ja, eentje. Dat hij wegdraait bij die Phil Jones. En dat hij dan onder die, tijdens dat lopen ook nog even kijkt wie er op rechts staat. Ja. Dat zie je in de herhaling. In de herhaling kan je dat goed zien. Dat hij ook nog even kijkt. Dus hij weet precies wat daar gebeurt. Moet je die herhaling zien? Let op als die kijkt. Kijk hier. Hier. Oh ja. Kijk die even heel snel van... Dat is top.
briljant. Ja, maar als je het zo druk hebt. Ja. Want, ja, hij wordt heel druk op dat moment. Hè. Hij is aan het sprinten, allemaal spelers van Manchester in de buurt. En dan toch nog even heel snel kijken wie er op rechts staat. Ja, dit is allemaal wat een gekte. Ja, kijk even. Wat een gekte is dit. Hoi René, hoe is het? Goed. Ik ga broodjes smeren voor jullie. Heb jij Tour de Jour gezien? Ik heb Tour de Jour gezien, ja. Leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke leuk programmetje. En Gineetje is ermee bezig, hè? Die heeft zich er al helemaal op toegelegd op die wielrennerij, man. Nee, het is een hartstikke leuk programma. Ik had Gineetje nog een sms'je gestuurd. En die dingetje is ook leuk, hè? Die kale. Gertje. Gert, die doet het leuk, toch? Gert heeft het zijn van analist een hele andere dimensie gegeven. Hè? Wat dan? Nou, hij zit er al 2,5 week naast. Hè? Maakt schijnbaar niet uit in het wielrennen, of wel? Hè? Leuk, man. Heb jij favorieten in het peloton? Ik heb een documentairetje over Slek zitten kijken op de Belg. Dat vond ik een heel leuk mannetje. Echt hartstikke leuk, met dat broertje erbij. Twee leuke jongens, niks mis mee. Maar weet je, ik bedoel... is toch mooi, man, als je toch die Hogelands, die vliegen zo, weet je, door de lucht heen. En dan ligt die in dat prikkeldraad en dan denk je, ja, weet je... Ieder normaal mens zou nooit meer werken. Weet je, die zou zijn leven lang getraumatiseerd zijn. Weet je, die zou er niet meer op te... Weet je, ik heb ook wel eens dat ik zit te denken, weet je wel, dat als je nou zoveel fietst als die Slekjes nu, hè, en Hogerland en Geesink, weet je, die komen maandag thuis en die hebben misschien kinderen. Weet je, misschien heeft wel een kindje van een jaar of zes. En het ventje zal zijn vader vragen, zullen we even gaan fietsen? Wat zou die dan doen, denk jij? Nou, die krijgen hengst, dat kereltje. Zullen we even gaan fietsen? Heb je net drie weken erop zitten, man. Je gaat ervan uit dat je dit voor het geld doet. Maar dan zie ik dus gisteren Joop Zoetemelk, die is gewoon bijna 65. Maar die rijdt gewoon nog iedere dag tegen die berg op. Dus die wil gewoon, die staat 's ochtends op en die ontbijt. En die wil pijn lijden. Dus die sleept zich weer naar die wielrennersfiets. En dan gaat hij weer die calabier op. Ja, dan moet je toch... Ja, dan moet je toch niet goed bij je hoofd zijn. Hier, Joopie. Zie je? Joop. Kijk hem naar fietsen. Ja, en dan is het leuke. Dit is misschien de derde keer al dat hij die berg op gaat. Hey, dat hij 's ochtends en dan 's middags en 's avonds nog een keer. Hij kan het gewoon niet laten. Het is een van de weinige sporten dat je gewoon je bijvoorbeeld een soort schuldig voelt dat je op de bank ligt. Weet je, dat je zo neemt als zo'n jongen. Zo afziet, dat je denkt, ja, daar lig ik dan, weet je wel. Ik kan hem ook niet helpen, ik kan er niks aan doen. Die jongen die over de kop sloeg, weet je? Ten Dam? Ja, precies hetzelfde verhaal, weet je wel. Ik bedoel, die ziet er inmiddels uit alsof de tram er een keer op 30 overheen geweest. Dat kan toch niet meer, die man die zegt, ja, mijn vriendin wil niet dat ik thuis kom. Nee, dat snap ik. Die kijkt ook tegen. Ik zag hem laatst lopen. Man, die kruipt hier door het sleutelgat. Die is zo. Die is tijdens de Tour nog 30 kilo opgevallen. Maar dan zit ik, dan denk ik, dit is toch niet gezond, man. Dat is toch niet gezond. Hè? Wie gaat de Tour winnen? Ik hoop voor Gert Rob Ruig. Maar ik ben bang en niet slecht. Ja, Ruig moet nog even doorfietsen. Ja, Rob Ruig. Die naam. Rob Ruig. Goed, man. Oké. Okay.